Ja, welkom bij een, uh, een nieuwe Einde van de Week Live, jongens. En uh, zoals altijd wordt ook deze Einde van de Week Live mogelijk gemaakt door onze grote vrienden bij MSI. En vorige week hadden we het er al over. En hopelijk is die snel op de redactie. Maar bij de launch van de nieuwe MSI-laptops met RTX 3000-videokaarten komt steeds dichterbij. De laptops zijn vanaf nu te pre-orderen bij Alternate. En je krijgt een 100 dollar steam goed bij het achterlaten van een review. Dat is geweldig. Ja, toch? 100 ja. dollar is tien te goed. Toch? Van die 100 dollar kun je een, een derde aandeel GameStop kopen. Ja, of, of Dogecoin. Mits, uh, <laughs> mits de platformen het toelaten, natuurlijk. Het is een geweldige dag, mensen. Het is een historische week. Het is een historische week. Het is, ik denk dat vandaag uh, de, 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 de kaart op tafel liggen. De wereldorde is ontmaskerd. Ja, nou, je, je breekt het heel dramatisch. Maar, maar zo kun je het bijna zit, noemen. Er zit zeker wel een kern van waarheid, inderdaad, in. Stonks, uh, Stonks! Ja, ik, ik vind het prachtig om te zien. Um, we zien uh, voor onze ogen zien we een, een strijd tussen oud en nieuw geld. Mm -hmm. de, een, uh, de, de oudere generatie die het huidige financiële systeem heeft opgezet, in stand heeft gehouden en uh, manipuleerd, en de nieuwe generatie met nieuw geld. En die zijn op dit moment echt keihard aan het clashen. Ja. En uh, Wall Street is exposed nu uh, van de week. En uh, we gaan zien. Uh... Hier wordt sowieso een film van gemaakt. Sterker nog, ja, ik denk tuurlijk. dat dit de Big Short 2 wordt want een van die pappies die, die uh, wordt vertolkt door, uh, door Christian Bale, in die film natuurlijk yep. de, de, grote, de grote gast die, die uh, best wel berucht is voor het shorten op bedrijven waardoor je eigenlijk bedrijven de grond in helpt want als je als fucking grote fund hedge fund uh, daar geld op inzet en eigenlijk nou, en van, en ze doen dat niet alleen hè want dan nee nee, nee het okay maar, zijn, maar doen ze dat doen dat met, met al... een een groepie uh, ja. uh, grote investeerders kijk het ding is ze shorten die shit ja en dan gaan ze Overal vertellen dat, dat ze het, die shit geshort hebben. Ja. Waardoor het de kans alleen maar groot is dat, het, dat, het, uh, dat een bedrijf inderdaad failliet gaat. En jij uh, die, die aandelen die je geleend hebt kan verkopen. En dan de winst kan houden en bla bla bla. Er nou, zit een heel verhaaltje achter. Maar dat shorten, dat is uh, een van de hyena streken van, van uh, dat soort gasten. Ja, dat soort bedrijven. En, en ze leken uh, keihard daarmee uh, gepakt te gaan worden door het gewone volk. Ja. Die, die erachter kwam dat ze samen heel erg sterk kunnen staan. Yep. En, um, en toen, toen kwam de aap uit de mouw. Het gewone volk mag natuurlijk niet meedoen met het, uh, het Gewone volk met mag het niet het miljardairs uh, spelletje. En toen werden gewoon de exchanges werden gewoon uh, stopgezet met gegooid. de verkoop van, uh, van bepaalde assets. Ja. En, uh, o, on, zoals... Onder de noemer van... nee het wordt nu uh, zo uh, volatiel, het wordt zo gevaarlijk. Uit jouw bescherming gaan we nu even zorgen... dat ze niet meer te verkopen zijn. Ja. Uh, en niet meer te koop zijn. Volgens mij worden ze zelfs verkocht. Robin Hood heeft voor bepaalde uh, uh, klanten... tegen hun wil in gewoon stok verkocht. Ja. Je kon sowieso niet meer bijkopen. Maar te... Kijk, alleen al ervoor zorgen dat je niet meer kan bijkopen... zorgt er natuurlijk voor dat het aandeel gaat dalen. Als je alleen maar kan verkopen en niet kan kopen... Ja. gaat het aandeel dalen. En wat, uh, waarom is dat? Zodat alle uh, biljonair hedge funds even hun posities kunnen herzien. Mm -hmm. uh, Want de short squeeze is, is niet meer mogelijk. Die zijn, de, de, die zijn er gewoon uit, nee. de, de, de miljardairs. Dus iedereen ja, die dat, nu dat, nog... En uh, die, die hebben verlies geleden, waar je u tegen zegt. Zeker, Want hoe werkt het nou? Uh, als je iets short, je krijgt nu zeg maar... Stel, uh, ik krijg vijf aandelen uh, GameStop short, ik bewijs ervan. Mm -hmm. Dat betekent dat ik nu... Dat een soort een bruikleen krijgt. Ja. En als je dat short, dat betekent dat je het nu verkoopt. Ja. Voor het bedrag wat het nu waard is. Dus omdat zeg, denkt... zeg 5 keer 300, 1500. Ja, en omdat jij denkt van over 30 dagen. Want het is altijd een vast, uh, vast, uh, mm -hmm. vaste lengte. Over 30 dagen zal die minder waard zijn. Dus ik verkoop het nu. En dan koop ik over 30 dagen, geef ik dat originele bedrag daarvoor weer terug. Want ja, dan, dan, nee, dan, dan koop je ze weer en dan geef je die gelene aandelen ja. ja, dat bedoel ik. En ja. die zijn dan goedkoper. Dus die, die vijf keer 300 is dan misschien ineens vijf keer 100. Dus jij geeft die vijf keer honderd terug. Of die koop je en je geeft die vijf aandelen terug. En die, dat verschil, dat winst die je hebt, ja. die mag je houden. Ja. ja, alleen nu moesten ze heel veel bijbetalen. Want ze hebben geshort... Op een bedrag van 17 dollar, bij wijze van. En ze, nu de per de aandeel, en ja. daar hebben ze echt miljarden in gestopt. Per aandeel hebben ze 17 dollar geshort. En ze moeten nu voor 500 bijkopen. Maar dat, daar is dus al interventie geweest. En het ja. uh, normale volk wordt wo wo genaaid. Ja. En um, ja, het is mooi om te zien dat ze zo exposed worden. Zelfs Republikeinen en Democraten staan in dit geval schouder aan schouder. Ik heb gezien. AOC en Ted Cruz, ja. die het met elkaar eens waren. Ja, ja klopt. Ik zij, fucking... zij heeft het ook gestreamd op Twitch. Ja. Om de boel uit te leggen, inderdaad. En Donald Trump Jr. noem het allemaal maar op. Uh, dat is. Uh... Dat is mooi, man. En dan uh, nou, alles, het... uh, alles nu een soort van onderleiding van Papa Elon. Laat me heel even. Dat is de volgende, Laat snap. me heel even duidelijk zeggen. Het normale volk wordt genuid, dat is mooi. Nee, dat, dat is niet wat ik be daarmee bedoel. Het is mooi dat het daarmee nu exposed wordt. Ja. Daarmee is, is er bloed in de straten. 100% waar. En dat is heel erg vervelend. Maar die bloed was er ook al vanaf de andere kant. Maar dan wist je niet dat het gaande was. Mm -hmm. Het is nu exposed. En uh, ja, de, de, de strijd tussen oud geld en nieuw geld lijkt los te barsten. Ja. En Elon Musk, die heeft, lijkt vandaag zijn uh, keuze te hebben gemaakt. als rijkste man op aarde. Heeft hij nu gezegd: Bitcoin, het was inevitable. Ja. Nou ja, ik, en sowieso door het ontmaskeren van dit soort shit. ga je ook geen vertrouwen meer hebben in het oude geld. Nee. Waar ga je heil zoeken? ja ah, nou, nou, Kijk, er waren al heel veel dingen. Tuurlijk, natuurlijk overigens. Bij, bij hem speelde al een uh, maandje of twee. Maar mensen stappen uit. Ja. Maar uh, ja. En worden warm verwelkomd in de wereld van crypto. Ik vind het echt prachtig. Ik ja. vind het echt prachtig om te zien. Dit gaat wel iets veranderen. Zeker. Um, Waar ik wel bang voor ben, uh, een beetje een slag om allemaal. Wat, wat gaat dit doen met het normale of oude geld? wat nu nog normaal geld is, maar met, met Wall Street's, weet je, shorten uh, is denk ik verleden tijd vanaf nu, want uh, so nee, nee, dat denk ik niet, nee, 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 nee. Je denkt niet dat dat die Wall Street bets, Reddit, dat groeit nu zo hard. Maar weet je wie er nu worden aangepakt? Nou. De de, de retail-investors. dus de mensen die via Wall Street bets hebben gekocht. Ja. Ze gaan niet achter de miljardairs aan. Ze gaan nee, 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 achter de retail investors, de, de, de retail investors aan. aan. De retail investors die zich samen scharen onder Wall Street Bets. En eigenlijk gezamenlijk de nieuwe whale vormen als het ware. Ja. Die, die sniffen ze eruit. Die zeggen van oh, we zien dat daar geshort ge, ge wordt. Laten we ze pakken. Iedereen duikt erop, prijs gaat omhoog. Die gast die geshort heeft, die. Uh, fuck, dit, ik ga niet meer meedoen. Maar niet meer, ga niet meer GameStop kopen nu, jongens. Uh, wat, uh, want ik zie echt iedereen, uh, zie ik uh, ook op Twitter. Het, het gaat echt los. De, de, er is echt een storm losgebarst. Ik denk dat iedereen het wel heeft meegekregen. Mm -hmm. Ik zie ook mensen nu op Twitter zeggen: Ik heb ook GameStop gekocht. Dat, dat, dat maakt niet meer uit. De, dan gooi je nu je geld weg. Want de short squeeze, die is er niet meer. Want nee. zij hebben al hun posities herzien. Dus. Het enige wat je nu doet is opbieden tegen andere mensen de, de, waarbij je dat kan, aan dezelfde dat kan de kant staat. kan nog steeds staat. groeien zitten. Ja, als, als nog steeds iedereen er bovenop blijft duiken. Maar de reden waarom mensen het deden was voor de short squeeze. Ja. Dat is niet meer mogelijk. De, wat, de, dat ja, erbij. dat sowieso. Ja. Dus ja, oh, oh, oh. de short Deze squeeze zijn, uh, is er nog niet geweest. Maar hij gaat er ook niet meer komen. Want, nee. want ze, zijn, ze zijn eruit gestapt. Ja, en de FOMO is inderdaad heel hard. Uh, volgens mij geldt het nu ook voor BlackBerry en Nokia en AMC. Ook een van die bedrijven, of een van die van die aandelen. Dus ja, Ja, het is echt zijn. En ja, het gaat zonde zijn, want nogmaals, de short squeezes is er dus al een gaat dus echt niet meer plaatsvinden. En inderdaad, het is de bedoeling dat iedereen het een bepaalde tijd aanhoudt, want nogmaals, die shorts en longs, die moeten altijd voor een bepaalde tijd vastgezet worden. Maar um, zoals je ziet, mensen hebben al, uh, hebben al daarop ingespeeld. Ja. Weet je wel? De, 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 er gaat niet zo heel veel meer gebeuren wat dat betreft. Uh, wat ik al zeg. Die hebben al nu wel tegen grote verliezen uh, dat teruggekocht. Maar die prijs is al enorm gedrukt nu. Hè? Dus, uh, Daarom. Nou, en, en, maar wat ik vooral bang voor ben, is juist dat soort bedrijven als, als GameStop. Ja. die nu uh, eigenlijk zonder dat ze daar echt invloed op hebben, dat, er, dat hun aandeel verandert in een soort van statement uh, en omhoog gaat en waarschijnlijk straks ook keihard zal kelder als een bal is beter op een gegeven moment zegt maar oké okay, weet je jongens het is mooi geweest, nou op naar de volgende. Nou maar wat ze kunnen doen. Is, uh, bij GameStop kunnen ze nu zeggen: We kunnen nu die uh, influx aan, aan geld That's kunnen what. we nu als Bitcoin op de balance sheet zetten. Ja, ja, dat is dat. Is, <laughs> dat is, dat is zeker waar? <laughs> dat, dat, dat is een gameplan, wat nu uh, meerdere bedrijven ook aan het, uh, aan het doen zijn. Ja, dus uh, we zijn net begonnen, jongens. Uh, het lijkt een revolutie gaande. Er is een strijd gaande: oud geld tussen, uh, tegen nieuw geld, boemers. Versus nieuwe generaties. Boemers uh, tegen de internet savvy meme makers. Ja, ik, uh, ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. De meme lords. Ik, uh, ik, ik, ik ga het echt met grote interesse volgen. Mm -hmm. dus, uh, het is echt in zijn nerds versus hetgeen ook, inderdaad. Maar dat is het ding. Het is echt. Partijen die eerst lijnrecht tegenover, uh, tegenover elkaar stonden, staan nu ook aan dezelfde kant. Ja. Dus enerzijds werkt het weer polariseren de andere kant op. Maar ook weer unifying de ene kant op. Dus, uh, nou, en, en dan helemaal nu, nu. Sowieso was Elon altijd al een beetje het man van, van de man de uh, van het internetvolk. Ja. En nu uh, lijkt hij uh, de vlag te gaan dragen ook wel echt. Ik, uh, ik denk dat hij vandaag gaat aankondigen dat Tesla uh, cash uh, assets in uh, Bitcoin nu heeft gezet. Dus uh, cash reserves. We gaan, we gaan zien. Maar uh, het ding is. Uh, dat duurt nog heel even. Ik weet niet hoe laat ze open gaan. Want uh, volgens mij zijn de Amerikaanse beurzen niet open of net open. Ik, dat weet ik niet. Uh, dus uh, we horen het vanzelf allemaal wel, jongens. En uh, ja, je kan, uh, <laughs> binnenkort kan je dan een Tesla kopen, ook met Bitcoin, inderdaad. Ja, uh, ja, ja, ja. Oh, 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 oh. En GameStop, ja. Toch wel. Er uh, zijn ook een beetje geruchten dat mensen deden omdat GameStop uh, voor hun een, uh, ja, een warm plekje in hun hart had. Mm -hmm. Vooral gewoon, weet je. Gamestop wordt al uh, inmiddels een aantal jaren helemaal de grond ingeshort door die grote hedgepartijen. Ja. En zij hadden zoiets van, jongens, we hebben zulke mooie herinneringen gehad aan Gamestop. We hebben daar onze games gekocht, we kwamen daar als klein kind en noem het allemaal maar op. Fuck it. GameStop. En, en daar, daarom zie je ook bedrijven zoals Blackberry, al die nostalgische... Ja, maar daar zitten wel ook uh, technologische dingen achter die, die ze de komende tijd uit, uit gaan werken. Nou, het staat niet in de verhouding met... Nee, met wat, wat er nu bij komt. Ja. ja, inderdaad. Heel veel mensen gaan nu op sentiment gewoon erbij komen. Ja, precies. Ik denk dat dat uh, genoeg um, een, een mooi zijspoor was wel van games, denk ik. Want hè, nerds, GameStop, weet je, het heeft allemaal met games te maken. Dus het hoort nog steeds bij einde van de week live, het hoort nog steeds bij Game Kings. Dus je moet niet ineens denken dat, gaat dit alleen maar over beurs en wereldvoetbal allemaal. Nee. En, en, en besef. Er is genoeg game nieuws dat soms. En besef, we zullen niet altijd al jouw onderwerpen behandelen, weet je. Je ziet, het leeft ook in de chat. Dus, nou ja, bijvoorbeeld misschien kunnen we dat dan meteen als eerste nieuwtje zometeen doen, de Tesla. Uh, ik wilde eerst wat anders vertellen nog. Oké, okay, oeh, je wil wat vertellen? Ja. Ben je een nieuwtje of wil je gewoon wat vertellen? We hebben, prijs, vraag, we, we hebben een prijs, vraag, we hebben een prijs, vraag, we hebben een prijs, vraag, we hebben een... Ik heb hem uh, gisteren al een uh, klein beetje geteased okay. op, op Discord, jongens. En um, voor de mensen die dat hebben gezien, we gaan iets heel vets uh, weggeven, jongens. Ja. Uh, we gaan uh, de LG 34GN850, die moet jij wel kennen. Dat is de Ultra Wide. Ik ken hem zeker. Je hebt hem. Ik heb hem zelf ook. <laughs> die gaan we weggeven, jongens. Een Ultra monitor van LG, 34 inch, 1440p, 160 hertz, HDR 600. Cool. Uh, die gaan we fucking weggeven, jongens. Cool. Better fucking believe it. Die gaan we yes. weggeven. Uh, vanmiddag. Om drie uur staat, uh, staat die prijsvraag online. Ja. Hou en... onze socials in de gaten. Hou de website in de gaten. Het komt gewoon overal te staan. Ja. En ik zal je uh, een kleine uh, tip van de sluier lichten. Is dat hoe je het zegt? Ja, volgens mij wel. Maar ja, dat ga ik nu doen. Um, je moet ons gewoon vertellen waarom jouw upgrade... of waarom jouw setup een upgrade nodig heeft. Ja. That's it. En... Het enige wat je daarvoor hoeft te doen... is en, ons, uh, is ons uh, uh, een e-mailtje e te sturen... of op social een berichtje achterlaten... met een mooi verhaal... waarom jouw uh, setup en upgrade ik nodig heeft. Ik voel iets ik ga je nu al, ja, Ik ga je nu al vertellen. Het verhaal hoeft niet waar te zijn. Dus, want dat kunnen we toch niet verifiëren. Dus nee. dat laten we nu al los. Het verhaal hoeft niet waar te zijn. Vertel ons een mooi verhaal... waarom jouw setup en upgrade nodig heeft... met het liefst natuurlijk ook beeldmateriaal. Ja. Dat mag een video zijn, dat mag een foto zijn, dat mag een Photoshop zijn, whatever. Dat is volledig aan jou. Wat wij vervolgens gaan doen is de tien tofste inzendingen, naar onze mening, de redactie van Gamekings. de tien tofste inzendingen. Die gaan we bekijken in een item samen met jullie. Ja. Gaan we die tien tofste inzendingen gaan we bekijken en uiteindelijk gaan jullie stemmen... en bepalen wie hem verdient. Ik uh, kan je nu alvast vertellen... Ik, ik voel niet zoveel voor melodramatische bullshit. Daan misschien niet. Ik wil ruiken. Ik, ik wil, ruik, ik wil ik niet proeven sturen. dat het uit het hart komt. Ja, ik wil niet sturen. Nee, dat wil ik niet. Maar onze, onze, onze redactie... onze gehele redactie... die gaat dat samenstellen. Dus uh, de tien uh, tofste inzendingen. En dan uiteindelijk mogen jullie gaan bepalen wat jullie het mooiste verhaal vonden of wie het het meest verdient. Dat, ja. uh, dat mogen jullie helemaal zelf gaan bepalen. Dus uh, jongens, 34 inch, 1440p, 160 hertz, ultra wide, HDR600. Nou, ik zag, ik, ik zag Smash net zeggen van oh nice, dus ik denk dat ik die alvast nomineer voor de top 10. Oh, ja, na, oh nice is denk ik wel waard. Ja, ja dekt de lading ook ja. wel, denk ja. ik. Dus ja. uh, ja, jij zei er was nieuws over Tesla? Jazeker. Wat dan? De, 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 de nieuwe Model S's. In? De nieuwe Model S van Tesla. heeft namelijk een ingebouwde console. die dusdanig krachtig is. dat hij Cyberpunk 2077 kan draaien, Niet, niet waar, wel waar. Echt? Eh, het zit, zit dus krachtiger dan een PlayStation. 10 terafloppers in. Dat is gewoon. In je auto. Uh, Oké, okay, wacht even. Maar dat staat hier niet erbij. Dus dat, dat moet ja. ik heel even maar gaan ja. googlen. Dan weet je het bij deze. Ja. Elon heeft het aangekondigd. Kijk maar op zijn Twitter anders. Uh, misschien kunnen we die er ondertussen even stiekem nou, uh, bijpakken. Twitter.com slash Elon Musk. Kost wel 1,2 ton. Nou, maar ik niet uit, jongen. Met of een paar van die GameStop aandeeltjes. 0,01 bitcoin over een tijdje. Je ja, weet het nog... niet, hè? <laughs> even kijken. Hier. Uh, is even een deck, uh, with Cyberpunk, even de hotfixes. Uh, literally have hotfixes, hot but great game. Bij een foto. Ja, die. Wat? Die foto eronder. Ah, ja. hier. Played Model S ships next month. En kijk okay. even wat hij ernaast erover uh, vertelt. It can play cyberpunk. Yep. First... Oh. Wat doe ik nou? First production car to, uh, ever to achieve 0 to 60 miles per hour in less than 2 seconds. And 0 uh, to 155 miles per hour trap speed in a quarter mile. Oké. Okay. Maar um, ja, dat, dat, dat is natuurlijk gewoon even de, de vluchtinformatie. Well, maar maar, maar wat, wat, wat voor een console zit erin dan? Uh, nou ja, dit, het zit gewoon in het uh, in, in, in dashboard. Ja, maar wat, 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 wat is het een, OS? Gewoon een, weet ik veel. Wat het is, is het een PC? Er zit gewoon een PC in, denk ik. Oké. Okay. Ja, een mini-PC'tje. Ik zie er ook The Witcher bij staan inderdaad. Ja, er Witcher-cyberpunk. Uh, ja, maar maar er wel... zitten uh, tien terrafloppers in. Dat is in ieder geval ding. Maar het moet wel een PC zijn dan toch? Ja, dat kan niet anders. Kijk Tuurlijk. dat stuur ook. Het is ook echt een cyberpunk stuur, vind ik. hoor Ik vind het heel tof. Ik ja, heb, toch? Ik heb, ik heb de buitenkant nog niet gezien. Ik zag wel een, een uh, transparant dak. Ik, ja, ik vind die Tesla Model S vond ik, uh, vond ik wel tof de zien. mag hebben. Ik ga, het, ik ga het ook gewoon even googelen dan. Tesla Model S. Tup, 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 tup. Ja, prachtig gewaagd, toch? Ja, maar volgens mij moet je even kijken. Want ik weet niet of dit een nieuwe ook per se is. Oké, okay, ik uh, zit achter 2021. Uh, ja. Kijk. tantusai interieur altijd verder, dat terzijde. Ja, Nee, ja, ik vind het. Laten ik, nee, maar, ik wel, hou wat van je je het niet, ja. niet zeggen. Goedemiddag, Dan en Dirk uit. <laughs> Kijk wat ik aan heb. Dat is toch geen ding. Nou ja, je zou er een Liverpool, tenue, of een Liverpool logo op kunnen plakken. En dan lijkt het ook op een Liverpool. Ja. Even kijken hoor. Ja, ik, ik, ik vind het design vind ik altijd prachtig hoor. Dus uh, kijk, boom. Boom. Beam. Nou, Ik vind het een mooie auto. Ja. Ik zou hem zeker wel willen hebben. En daar ging 520 mijl nu mee met die nieuwe accu. Geen idee, maar dat is, uh, dat is best wel. Maar ik vind het niet saai. Hier, kijk, hoor. het tweede plaatje onder, onder het plaatje wat je nu geselecteerd heb, daar zie je het bovenaan zicht. Vanuit, vanuit het dak. Ja. Kijk. Dat is sexy hoor. Maar. Wil je een gamer PC in je auto hebben? Nee. Nee toch? Nee. nee ik, ik zie altijd echt het voordeel daarvan. Het ervan, is gewoon een, een show of elementje. Ja. Tenminste, is ja. leuk als jij ergens naartoe uh, rijdt en denkt van nou weet je, nu ga ik even bij een techstation even drie uur gamen. Maar dat is het tof aan Elon toch? Ik bedoel. Uh... Hij is gewoon een nerd. En het maakt niet uit of het sens maakt. Hij wil gewoon mm het -hmm. shit hebben. Ja, maar een auto zonder geluid. Nou, dat is niet helemaal waar. Want je kan uh, gewoon geluid instellen. Wat, wat je maar wil, kun je instellen als uh, geluid. Uh, wat er uit je auto komt wanneer je rijdt. Ja. Dus of jij nou uh, een lambo-geluidje inlaat. of uh, het geluidje van een, uh, van een eend. Uh, die, of een, een toeter of wat dan ook. Ik vind het wel sexy dat hij geen geluid maakt. Weet je, het, het voelt als de future. Ja. Shit, ja ik kan alleen niet naar Formule E kijken. D dat klinkt zo kut. Nee. Kijk, die vrouw die die wasmachine nadoet. Ja. Ja. Ja, zo, zo klinkt fucking Formule E. <laughs> Als je dat zit te luisteren. Uh, het, ik was trouwens nog een aankondiging vergeten. Want over per PC's gesproken. Van de vier uur dopen we de BBC, de Big, big, big black, black Case. Ja, ik, uh, ik blijf zeggen Big Black Case, Maar sommige mensen zeggen ook Big Black Computer. Dat was niet de officiële term, nee. maar kan. Uh, maar we gaan hem omdopen, want hij gaat een officiële naam krijgen vanuit jullie. Ja. Dus dat, die gaan we samen met jullie gaan we die bedenken. Uh, om vier uur. En dan ga jij Star Citizen spelen, had ik begrepen. Nee, uiteindelijk worden het Red Dead 2, ja? uh, Cyberpunk en Flight Simulator. Oké, okay, zeker. En dan gaan we, gaan we benchmarks uh, ook laten gewoon even, zien. Gaan, en, gewoon even kijken hoe die draait. Ja, FPS'jes checken en dat soort dingen. Dus, uh, en en we hebben een naam nodig, dus uh, de Big Black Stonk. Maar dan is het BBS. Uh, en uh, dat past niet echt. En, uh, dan heet hij waarschijnlijk, zal die Musk of Elon heten. Ja, en BBC, die houden we. Ik denk dat dat gewoon de nickname is. Maar we hebben ja. nog een officiële naam nodig. Ja. En dan, dan wordt het uh, gewoon BBC wordt uh, de, de, de bijnaam ervan. Ja. Het okay. wordt gewoon naam en dan dubbele punt, de BBC. We hebben nu de hele tijd over, uh, over best wel vet en spannend nieuws gehad. Ben je nu uh, ready for, uh, cut -news? voor kutnieuws? Uh, voor wat realisaties? Ja, ben je er ready voor? Ik, uh, ik ben er klaar voor. Nou, komt uh, AMD, die AMD uh, Die heeft laten weten, uh, vooral CEO uh, Lisa Su, dat, uh, dat je nog best wel even lang uh, moet kunnen gaan wachten op je next-gen console. Ze verwachten dat eigenlijk pas in de tweede helft van 2021 dat productie enigszins de vraag kan gaan bijhouden en uh, zij kan het natuurlijk weten, want uh, de de GPU en de CPU in de next gen consoles, zowel bij de PlayStation 5 als bij de Xbox Series X, komen van de AMD af. Nou, zij is de CEO van de AMD ja. en ze zegt, uh, ja pas tweede helft 2021 kunnen we het überhaupt een beetje bijbenen. Dus dat betekent niet dat het een overvloed beschikbaar is, kunnen we het een beetje bijbenen. Dus uh... dat gaat uh, dat gaat even duren voordat we normaal in de winkels uh, losse PlayStation of Xbox zien liggen. Wat, vijf wat, of 6. We, we hebben natuurlijk een, uh, een item met voorspellingen hebben opgenomen. Ja, daar da, da, was, da, da, was het voor mij heel gunstig. Want ik zei van het gaat waarschijnlijk tot, uh, tot einde zomer ja? uren Totdat we normaal. Ik zei volgens mij in augustus kunnen we ze normaal kopen. Ik denk, volgens mij had ik gezegd uh, april. Ja, jij yes, zei april. Ik zei ja. augustus. Oh, oh. Ja, hoe ik, ik ben ook wel benieuwd naar de chat, jongens. Wat, uh, wat vinden jullie er, ervan? Weet je dat je zo lang moet wachten? Is dat een issue voor je? Ga Ga je misschien van gedachten veranderen? Want de Xbox Series X lijkt wat meer. Beschikbaar te zijn, bijvoorbeeld, dan de PlayStation 5. Zou dat de reden voor jou zijn om te switchen als je nog veel langer moet wachten? Of zijn er mensen die ook überhaupt overwegen om een PC te nemen? Nou ja, en wat Sven nu zegt... Maar dat kan je ook niet krijgen. Ook jammer dat een game-PC geen goed alternatief meer is, want daar is ook alles voor uitverkocht. Ja, ik wil net zeggen. Of het nou bij AMD of bij Nvidia is. Dat wordt ook een lastig verhaal. Al denk ik wel dat daar zal rond april wel een 30, 70-uur. Ik heb uiteindelijk mijn bestelling gehandereerd, man. Nee. Ja. Ja, ik heb... Je bent niet meer short gegaan. Ja, ik, ik heb heel snel geshort. Nee, ik heb 21, uh, 21 september heb ik, uh, heb ik de ASRG ROG Strix ge, gehad natuurlijk uh, die GPU. En, besteld. Uh, ja, besteld. Ja, besteld. En uh, ja, weet je, vorige week was er nog steeds geen enkele zicht op wanneer die binnen zou komen of die überhaupt al in productie is gegaan. Dus ik heb zoiets van, uh, ik kan er leren jongens. Ja. Uh, tegen die tijd dat ik hem krijg, is er alweer een TI versie en. en ja. ja. Je wordt er niet vrolijk van. Ja, ja, ja. Wat doe je eraan? Je kan er niks yeah. aan doen, want the, 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 the tekorten, die tekorten spelen overal. Ja, yeah. in heel, heel. En waar komt dat door? Nou, het komt doordat mensen zitten meer thuis en ze gaan waarschijnlijk meer gamen. of ze hebben überhaupt een goede computer nodig voor hun werk. Het uh... ja, is wel de, de, de perfecte storm natuurlijk. Eén, we hebben coronavirus, waardoor de productie echt uh, enorme tegenslagen heeft gekend. Mensen blijven inderdaad thuis, zoals je zegt. Uh, ik heb gelezen dat, uh, de, dat de spaarpotten voor de meeste mensen nog nooit zo groot is geweest, omdat ze het nergens aan fucking uitgeven. Mm -hmm. Dus ja, alles geef je uit aan, aan, aan in-home entertainment. Ja. Netflix gaat door het dak, Disney Plus gaat door het dak, uh, gaming gaat door het dak. Nou, dan heb je nog die miners, die, uh, die, die uh, crypto miners, van die kutje die, 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 kutjehug, die ja. onder uh, de onder uh, is Do Dogecoin al gehyped hier, nee. Nee, nee ja, ik zie ook niet een gereden. Het is een beetje een meme, gewoon uh, hmm. net, net zoals dat Gamestop vet was, omdat het een short squeeze was, maar nu er geen short squeeze meer gaat zijn, uh, I don't care. Ja, ah, er komen nog genoeg kansen aan. Uh, I, I don't care en de Dogecoin, ja, dat is gewoon een meme, weet je? Fine, niet zo heel erg, uh, niet zo heel erg belangrijk, denk ik. Dus ja. Maar uh, waren er mensen die uh, überhaupt uh, eraan zaten te denken om uh, te switchen? Ja, switch jij van eventueel, hè, want niet vanuit gewoon dat je hem hebt, maar van PlayStation 5 naar Xbox, of van console naar PC, of wat dan ook. Volgens mij is het de enige die een beetje normaal verkrijgbaar is, de Series S op dit moment. Ja, die, was, die lag ook gelijk bij launch in, uh, in, de, in de winkel. Gaan we Switch. misschien toch zien dat uh, de Nintendo Switch uh, alsnog de best verkopende console gaat worden. Ja. Maar dat is wel een beetje kampioen van de armoede, denk ik dan. Want ik, ik had nou. gezegd dat de Switch niet de best verkopende console zou worden. Dat denk ik ook. Zo. Omdat de PlayStation 5 ja. en Xbox Series X, ik dacht dat die iets beter uh, beschikbaar zouden zijn nog dit jaar. Nou, ja, maar ik denk zelfs in het halve jaar dat er, dat er is uh, waarin die nog wel normaal verkocht kan worden. Je, dus, ondertussen... Mondjesmaat zijn er wel hier en daar wat PlayStation en Xbox die verkocht worden of bestellingen die geleverd worden. Maar uh, wanneer ze eenmaal normaal te verkrijgen zijn, dan zal ook dat wel heel veel verkocht en misschien zelfs uitverkocht worden. Mm -hmm. Dus ik, ondanks dat er nu tekorten zijn, verwacht ik wel dat de PlayStation 5 en Xbox Series X meer verkopen dan de Switch dit jaar. Ja, ik begin nu toch wel een beetje te twijfelen. Maar. Uh, ik heet, Kijk, het een, een, niet een Xbox is een alternatief voor de PlayStation. En de PlayStation is een alternatief voor de Xbox. En een PC is een alternatief voor die beide. Maar met de Switch ga je een heel andere kant op van de games die er ja, op kan spelen. Ik. Dus het is, een, het is een andere markt. Ja, ja, ik Vraag me af of de Switch kan stelen van die twee. Ja, vast wel. Als geld in je zak zit te branden ja. en je, je, je verveelt je de pleuren thuis. Ja. Ook als Breath of the Wild 2 dit jaar uitkomt. Ja, ik vraag me af of die komt. Ik denk de mensen die een Switch zouden kopen voor Breath of the Wild 2, die hebben een Switch gekocht voor Breath of the Wild 1. Ja. Denk ik. Ja. Ik denk niet dat er, dat er in één keer een hele andere doelgroep erbij komt die, uh, die dan een Switch gaat kopen voor Breath of the Wild 2. Ondanks ja. dat het een fantastische game gaat worden hoor. Dus uh, daar, daar twijfel ik niet aan. En ik vraag me nog steeds af of hij jaar komt. Ik heb ook volgens mij een de voorspelling gezegd dat hij niet komt. Ik heb gezegd dat hij wel komt, denk ik. Ik heb gezegd dat hij komt de eerste helft van volgend jaar. Eerste helft van volgend jaar. Want Nintendo is hard geraakt door Chrome. Ja, maar ik had verwacht dat hij vorig jaar al zou komen. Die had ik sowieso al gekald. Gaan we Metro Prime te zien krijgen, dit jaar? Te zien krijgen. Ja. Je krijgt dezelfde teaser te zien. Als, als alleen twee, dat logisch drie jaar geleden, wat was het? Vier, Vier jaar, geleden. ja, dat is 2017. Was mijn eerste, eten. maar dan met een ander kleurschema. Ja. Oh, oh, oh. ja, je krijgt hetzelfde logo te zien. Zo van oh, hij is er toch oh. weer nog slash, wat dan ook. Nu met een andere maker erbij. Ja, um, we hebben het ook gehad over events en um, of wij verwachten of we nog naar een event toe kunnen dit jaar. Mm -hmm ik heb gezegd van nee het gaat gewoon niet meer gebeuren ja. En drie sowieso niet dat is veel te kort dag dat gaat echt niet meer gebeuren ik denk uh, hoe heet het uh, hoe heet het shit nou uh, game 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 gamescom gaat... game 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 oh game 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 gamescom ken je die niet jawel <laughs> die, die, uh, die zie ik ook niet meer gaan gebeuren ik herinner me meer van de avond dan van het evenement zelf <laughs> was wel gezellig gek genoeg en, uh, en een he hele kleine hoop op Tokyo Game Show ja. maar er is één Show die wel doorgaat. Ben je wel eens geweest op de Taipei Game Show? Je zou bijna zeggen dat wij als een van de weinigen in, aan de Europese, slechts westerse kant van de wereld, uh, games media zijn geweest in, uh, in Taipei. Wat vond je ervan? Ik vond het fucking druk. Ja, dat was een bizarre ervaring. <laughs> ik vond het een hele vet. Eh, uh, Tientje. Thanks, Jappie. Oeh. Uh, uh, ik vond het fucking vette ervaring. Zeker. Je, je, ook om te zien hoe anders het, het gaminglandschap daar is dan hier. Mm -hmm. In extreem is. Want, want bij, bij de Tokyo Game Show heb je nog een soort van overlap. Weet je. Gek genoeg zie je dan ineens een, een Fallout 76-enorme banner voor de Tokyo Game Show hangen, dat had je daar niet. Nou, sowieso wat je... Mobile was large. Ja, ik wou net zeggen, hetgeen wat je daar ziet, is het is echt 80% mobile, mm -hmm. maar echt groot uitgepakt, alsof het triple-A-titels zijn, net zoals dat je op d 3 ziet. Ja. En dan zie je in één keer, wat is dat? Oh, een PlayStation booth, ja. met, met 20 PlayStations, en dat was het, weet ja. Er ja, ja, ja. ook 20 verschillende games. Nou ja, in ieder geval echt typisch Oosters games. Dat nee, wel... want ik had daar toch die Metal Gear Survive gespeeld. Die was ja, daar. Oké, okay. dat okay, is waar. Maar dat is natuurlijk ergens. Is dat wel van Aziatische kom af. Ja, yeah, oké, okay, maar hoe heet het? En Detroit Become Human was daar? Ja, maar dat was inderdaad de PlayStation Booth. Ja, klopt. En hij gaat door. En uh, deze uh, week is hij zelfs, de uh, type of game Show. Het is een in-person event met strict... Pandemic Prevention Controls, ja, dat moet ook wel. Ik bedoel, zag je die, die zwarte zee aan, ja, dat, dat aan, ho aan hoofdjes die ja, zo, zo bewegen? En, en Boris die, die zo mind control iedereen uit elkaar hield, zo als een ja, Mozes. Dat, dat was echt heel vet. En uh, het, het is gekapt door, voor 7000 attendees. Mm -hmm. dat, uh, dat, dat vind ik nog best wel veel, uh, bezoekers. Ja. Hoeveel waren er, denk je, toen wij er waren? Want, want er sliepen uh. mensen echt letterlijk om het gebouw in rijen, hè? Ja. Um, ik, heb, ik heb ergens heb ik de aantallen gelezen. Fuck. Volgens mij was het, um, was het iets van echt van 40.000 op een, op een dag. Mochten naar binnen. 40.000. Ik kan me best wel wat voorstellen. Het moet er ook bijgezegd worden: Taiwan heeft uh, nog maar 20 cases van corona ja. in de afgelopen week. En slechts 7 doden in totaal. Ja. <laughs> Zeven doden in totaal. Geregistreerd. Moet gezegd worden. Ja, oké, okay, maar het staat er. Weet ja, okay. je? Ze hebben nu twintig cases bij, <laughs> en, en zeven doden in totaal. Dus, bij twintig uh, cases per minuut? Ik, ik weet niet wat ze daar gedaan hebben, maar uh, ze ja, maar het hebben daar in ieder geval goed was, onder controle. En daar, daar hadden ze wel echt de vetste Twitch-stand uh, uh, tot nu toe. Ja, die was echt met heel dood. Met, met dat White Picket Fence. Ik wou net zeggen, het dat dat, was een dierentaal. <laughs> dat was vet, man. En dat die mensen. Kijk, dat is het mooie aan. aan um, tenminste, in ieder geval van de Taipei Games Show. Uh, en, en dus even, ik, de moet, ik moet heel duidelijk zeggen. 7 op de 20 is wel heel erg hoog hoor. 7 doden sinds het begin van de pandemie. Dat is meer dan een jaar geleden. 20 doden. Nu 20 ja. cases. Ja, inderdaad. Dus niet 20 cases over een jaar. Op dit moment 20 cases. En 7 doden over meer dan een jaar. Ja. Oké, okay, ik moest het helemaal verduidelijken. Ja, dat gebeurt hier dat in de buurt. Maar gewoon wat ik zo mooi vond aan, uh, en misschien is dat een beetje generaliserend, maar de Taiwanees. Uh, dat ze gewoon ook niet even over die hekjes stappen of wat dan ook. Ze bleef, en die, die hekjes waren letterlijk nog niet eens tot kniehoogte. Nee, 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 zeker niet. En ze bleven heel netjes gewoon. Het was echt een diertuig, staan ook met camera's. Ja, en omdat wij er stonden, waren we ook ineens zogenaamd bekend. Welke game konden we daar ook weer spelen? Ja, het, um, je had sowieso die, die uh, volgens mij een soort van viermans Pac-Man hadden we daar gespeeld. Op, die, op dat steekje. Ja, weet. ik kan me nog wel wat herinneren. Er zaten ook best wel veel uh, hele grote uh, internationale, internationale streamers. streamers waren daar ook inderdaad. Ja, niet die ik allemaal kende, maar die waren ja. daar natuurlijk wel ontzettend uh, uh, groot en populair. Koos, als je één trip moest kiezen, was het dan de Tokyo Game Show? Uh, ik ben nog nooit op Tokyo Game Show geweest. Dus als ik nu één trip mag <laughs> dat, kiezen. Dat, dat, dan dat was vanuit mij de grap. Oh, ja, de, maar, ja, de, maar de, ik, ik weet ik niet of hij dan bedoelt van als je nu één trip mag kiezen, wat zou je dan het liefst doen? Tokyo oh, Game okay, Show? Ja. Zo, zo lees ik het in ieder geval. Ja, voor mij zou het Tokyo Game Show zijn, omdat dat degene is waar ik nog niet ben geweest. Ja. Daar zou ik echt heel graag naartoe willen gaan. En Ik wil sowieso heel graag een keertje naar, naar Japan. Ja. Daar ben ik ook nog niet geweest. Jij bent er, ben je er meerdere malen geweest? Nee, ja, één keer. Met je, met je vrienden en die trip, dat was de enige keer. Ja, oké. Okay. Dus aansluitend ben ik nog gewoon x aantal dagen blijven hangen. Ja. Dat was fucking geldig. Ja, ik wou net zeggen, het lijkt me zo fucking dope. Die hele cultuur en uh, gewoon de nerd kingdom is het eigenlijk Echt, ook wel mee. Gewoon elke dag gewoon helemaal in je face. en de nerddom. Zo. Nerds weten het nerds zweet dat van je afdruppelt. Ja, heel graag. Echt en heel die hard. gastjes die gewoon openlijk van die fucking hentai shit staan te bespreken <laughs> de, maar dat is het mooi dat het gewoon zo ge cultureel geaccepteerd is ja. dat je in een winkel staan gewoon twee gastjes van zoals we zijn 14, 15, die staan gewoon met zo'n girlfriend pillow aan de tieten te voelen een tentakel nee Japan is niet overrated nee zeker niet ik, uh, ja, het lijkt mij heel erg vet uh, ik ben nu al uh, wel ervan overtuigd ook dit jaar gaat het weer niet gebeuren dat denk ik ook dus uh, helaas, uh, jongens. Maar ben je nu uh, beland in de, de Girlfriend Pillow uh, discussie, man? Ja. Uh, dat is toch fucking mooi. The pillow je, uh, of the Year Award. Ja, hoef je uiteraard. nooit meer alleen te zijn. Dus wat wil je nou nog meer? Even kijken. Ik, ik weet dat wij in, in, in Taiwan hebben wij nog een mooie Girlfriend Pillow voor uh, Boris en Jelle gekocht. Ja, heel, inclusief heel, heel Long Ja, ik wil zeggen, heel eerlijk, wij deden ons best. En ja. weet je, niet voor de eerste keer op die trip waren het weer boze jellen die zich veel te gemakkelijk afmaakten. Oh, met, oh met de tonijn is uitverkocht na de koop, was een ding. En zo'n draaiautomat. Ja, het maakt niet uit wat het is. Ja. We hebben het ding gedaan. En het ook al met die hot springs, waar, waar ze ook niet aan de opdracht gehouden. Ze hebben zich niet aan de opdracht gehouden en ze hebben zich niet aan de straf gehouden. Koffie drinken in plaats van een hot spring. Als je ooit afvraagt wie je kan vertrouwen hier, niet Boris Illen in ieder nee. geval. Die kan je niet vertrouwen. En als je ooit afvraagt wie je kan vertrouwen om je te vertellen waar daadwerkelijk de gewone openbare hot springs zijn, dan zijn wij dat ook niet, want wij zijn <laughs> gewoon het koude water in gedoken tussen de hondenstront. Oh my god, ja. Toen was, als... was ijs en, en we, rijden stom. Weg, we rijden weg met die bus. Hé, hey, daar komt gewoon stoom van het water. En daar ook en daar ook en daar ook. Ja, Om daar voor die kleine stukjes, spots. Is, ja, godverdomme. Wat ja. allemaal, dat was content. En, ja. en we zaten in zo'n afbeerhok. Ja, en het mooiste trouwens, nog aan het verhaal van die tonijn die gekaapt werd voor Boris en Jelle hun gezicht, was nog dat we zomaar zeg een jaar daarna in, in Tokio, ja. in, in een speelgoedwinkel, een hele muur met die tonijnen zagen. Maar wat was nou een big deal van de tonijn? Ik ik ook al hadden ze die tonijn kunnen krijgen. Ik bedoel, geen, het, was geen, het was geen vet ding of zo. Nee, maar, er er was ook niet goed over nagedacht. Ik geef Koos en Daan een tonijn. Why? Die je helemaal uit elkaar kan halen. Maar Kijk, het, het wij raar, gaven ze maar, een girlfriend met een BH. Zodat ze hun vrouwen, die ze moesten missen. Uh -huh. Jelle en Boris. Konden ze toch nog een beetje opvangen dat er ja, ja. ja. En konden ze gewoon delen. Ja, ze delen, ja, het konden delen. Er kon van alles, joh. Oh er werd gewoon geswingd met een girlfriendpillow. Ik, 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 ik voor mij was het, was het echt de vetste trip, denk ik wel. Ja, het is in ieder geval de trip waar ik het meest gelachen heb. Dus ik denk daarom, daarom ook wel dat het de, de vetste trip Buikpijn is. van het lachen, jongen. Echt buikpijn van het lachen. Dat was echt niet normaal. Wat, wat eet ze veel in Japan? Uh, sushi en ramen. Ik, ik wil een keertje echt een hele sicker ramen zelf maken, man. Oké. Okay. Lijkt me echt uh, laat me echt heel tof. Ik, ik was nooit echt van de, van de ramen. En uh, volgens mij was de eerste echte goede... Nou, althans, echt goede. De eerste echte ramen die ik op had, was op die trip in ja. Taiwan. Volgens mij was dat de eerste dag dat we bij, bij dat kleine winkeltje kwamen. Ja, ja met al die, al die verse dingen erin. Ja. ja. En dat ze daar gewoon uh, voor je ging maken. Dat, dat was wel echt heel nice. Tonkatsu. Tonkatsu dus, is lekker, ja. Ja, ik heb geen idee. Ik heb het nooit op. Um, het, wat we, nou de, en ook weet je dat, dat, dat we zo'n kroeg in, in liepen en dat je naar dat uh, app, 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 apparaat moest gaan om muntjes te halen. Ja ja. ja. Dus wij kwamen kwart voor één kwamen we binnen in zo'n kroeg. Wat we, we hadden de hele dag uh, opnames zitten maken. Volgens mij waren we net klaar met, met de livestream over de night market. We waren net klaar. En we hadden zoiets van: oké okay, jongens, dit is onze vrije avond. Laten we even gezellig met z'n allen een drankje doen. Ja. Dus wij lopen kwart voor één. Lopen, lopen zo'n zaak binnen. En we worden welkom gegeten. Oké, okay, dus wij. Hey, mogen we 3G tonic? Nee, kan niet. Je moet, uh, je moet daar. Uh, moet je in dat apparaat. Moet je, moet je bonnetjes halen. En met die bonnetjes kan je drinken halen. Nou, wij volgens mij allemaal 20 piek de man of zo. Ik weet niet eens wat het was. 20 piek de man. In dat apparaat gegooid. Dus uh, nou, wij al die bonnetjes gepakt. Nou, doen we 3G tonic. Ja, ik wil je nog wel even zeggen. Over het kwartier sluiten. Ja. Dus, dus als je nog iets wil, moet je het nu allemaal gaan bestellen. Dus op een gegeven moment hadden we, wat was het nou, 14 gin tonics of zo? Die we ja. in een kwartier moesten weg wegtikken. Ja, ik was er niet bij, ik was aan het werk. Oh, oh shit, ik dacht dat je erbij was. Sorry. Maar jij was niet bij de Tokyo Games. Ja. Nee, dat is waar, dat is waar. Maar ik dacht dat je erbij was, daar waren, waren we met z'n nee, daar. Waren, ja, alleen met drie waren jullie ja waren 14 fucking gin tonics moesten we wegtikken in een kwartier tijd. En dus ze zeggen het ook gewoon niet van tevoren. Tjonge, Flieker. <laughs> Flieker. Ja, dat was inderdaad volgens mij. Was dat op stream? stream. Ja. ja. Oh, dat, dat weet ik niet eens meer. Ik dacht dat het uh, net na de livestream was. Uh. Maar het was in ieder geval nadat we op de Market waren geweest. Toen waren we dat wel een ook beetje in was. Die Night Market heb je niks gemist man. Dat, 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 dat was met die stinky too. Nou, en... niks gemist. Ik had het graag live gezien, want ik nee, heb nee, mijn broek gepist. Maar man. dan had jij het ook moeten vergeten. Ja, maar dat, dat is net hetzelfde als met dat ei. Gewoon zak dat... it op. Oh, dat ei. Jongen. Dude, een ei, dat eruit ziet alsof het de zombie apocalypse heeft overleefd. <laughs> <Fuck> <laughs> en dat ga je eten. Ja? En dan zie je allemaal fucking filmpjes over duizendjarige ei, waarbij. Kinderen in dat water pissen, en dat het daardoor ook een beetje die kleur heeft. Fucking smooth. Kinderpist, kinderbloed, allemaal geweldig. Nee, en dan en dan dat eten. En dat was sowieso inderdaad wel op stream. Maar dat was die avond, dat we eigenlijk wel met z'n allen ergens willen gaan drinken, maar toen wilden ze niet meer naar buiten. Ja, precies. Toen zijn we maar binnen blijven zitten. En toen hebben we volgens mij Uno gespeeld en dat soort shit. Hadden we het niet ook nog over game news? Oh ja, type, type Game Show ging door en dat voor 7000 man. Ja, dus hier. Het oh. kan dus toch, jongens. Alleen uh, wel, dus in een land wat, uh, wat corona wel onder controle lijkt te hebben. Mm -hmm. Dus uh, ja, ik. Uh, ik zou dat heel graag in, uh, in Nederland willen zien. Er staat ook de vraag: wat denk je dat, uh, dat dit de eerste aftrap is en nu veel landen gaan volgen? Nee, nee. denk ik niet. Alleen als je het op dusdanige manier onder controle hebt, of de cijfers wat zo weten beduvelen dat dat schijnbaar kan. Ik weet niet wat er gebeurt daar. Maar... Ik, heb, ik heb er weinig vertrouwen in. in, daarom... in geval, wat, uh, heel interessant. Ja, het heel daarom interessant. gaat ja. Um, EA heeft een nieuwe studio opgericht voor de productie van Skate 4. En um, ik moet. Toch heel even verwonderlijk afvragen. Er was toch al een studio bezig met skate 4? Ik kan me nog die fucking uh, persconferentie herinneren. Mm -hmm. Waarbij volgens mij op het einde werd dat uit het doek gedaan. En toen zagen we geen beelden, maar zaten ze alleen maar, ja, we zijn bezig met skate 4. En dan ja, zagen we drie misschien, oude geezers. Misschien was dat gewoon een, een team binnen IE, wat nu gewoon een eigen naam heeft gekregen. Geen idee. Ik weet het namelijk niet, want het. Ik... Skate vond ik interessant. Ja. Niet de persoon met de game. Uh, de Skate ook. toch ook. De persoon is ook wel interessant. Ja, nou dan. Helemaal als hij wat tanden mist. Um, ja, is toch verstandskiesluit trekken. Oh, kijk, ik weet dat je kijkt. Jezus. Wetenschap, nogmaals. Ik weet niet of het allemaal helemaal <laughs> weg is. Ja, um, ja, volgens mij wel. Hij had, had ook ook alweer gestreamd. Maar um, ja, ik volg het niet desdanig op de voet dat ik zou zeggen van. Oh, oh, er is een full circle. Full circle is aangekondigd. Ja, uh, ja ik, ik, ik weet het ook mee. Ik weet dat heel veel mensen in de chat, die zijn, uh, die zijn echt uh, wild van skate. Uh, voor, de, voor de mensen die uh, skatefans zijn, de game, uh, laat je even horen. Want volgens ja. mij zijn dat er best wel veel. Ik hoor er in ieder geval ja, altijd het, veel enthousiasme over. Het, 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 je kan het niet eens een cult hit noemen, want het was gewoon een goede skate game. Ja, waar Tony Hawk Pro Skater dat was echt cult. Dat hit. was arcade. Ja, maar dat, dat werd ook gewoon... Uh, dat, 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 dat bereikte uh, uh, niveaus. Ja. Weet je, dat, dat oversteeg gaming op dat moment op een gegeven, ja. uh, op een gegeven moment ook. Uh, ja, dit, dit, dit is vol, volgens mij is Tony Hawk de aftrap geweest en is dit zeg maar de, 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 de verdieping daarvan. Ja, ja zeker. De, de non-arcade verdieping. Want het was fucking moeilijk, kan ik me nog wel herinneren. Ik heb het nooit gespeeld. Ik, ik was echt alleen de Tony Hawk Pro Skater Guy. En uh, daardoor ben ik toen ook zelf. Het ja, is was moeilijk. En uh, dat, dat heeft heel vaak afgelopen. Ja, ik heb een vraag aan je. Oh jee, ja, ja, ik heb mijn onderbroek nog aan. Nou, dat is jammer. Oh. Nou, het heeft er wel mee te maken. City oh, Project oh, ja. Red wil dat spelen stoppen met seks hebben met Keanu Reeves. En nu ga jij maar vragen: Wil jij seks hebben met Keanu Reeves? Wil jij seks hebben met Keanu Reeves? Um, nou, ik zou wel als de linkerarm even af willen trekken en ergens anders willen willen duwen. Ja. Het is koud hoor. Digitaal. Metaal. Ja, nou ja. Bij hem. <laughs> Johnny Silverhead. Hey, um, het heeft alles mee te maken dat CD Project Red uh, de, de mod tools heeft vrijgegeven voor Cyberpunk uh, 2077. Het is zoiets van: weet je, als wij het niet kunnen fixen, hier fixen jullie. <laughs> hier mm heb -hmm. je mod tools, jullie kunnen zelf shit fixen. En um, je weet waar het dan weer heen gaat. Weet je, hetzelfde als met een, een teken-game: teken iets en dan Pimos, weet je? Ja. Dus mod iets, seks. toen de eerste mod gelijk nude breder. Altijd, ja. altijd. Stel dat je fucking smeerlappen dat jullie zijn. En nu gelijk het allereerste wet, uh, wat er werd gefixt was uh, een, een naakte Keanu Reeves waarmee je uh, seks kon hebben. En uh, daar had uh, CD Projekt Red zoiets van, hé, hey, dat kan er niet toestaan. Dat kunnen er niet toestaan. Je maakt daarmee onze grote vriend Keanu Reeves kapot. Ja. Hij heeft geen consent gegeven. Wat vind je hier van? Ik, uh, ik snap het, maar... Friede Piemel? Uh, free, ja, Friede Piemel. Ergens het ding is, je, je kiest er zelf voor om de mods los te laten op de bevolking. Ja. Hier, ga ermee aan de slag. Wat, de, de, natuurlijk, het eerste waar iedereen aan denkt is fucking blote lullen en kutten. En sterker nog, ze doen het zelf ook. Je kon, je kon in die game de grootte van je vallens. Kon je daar daar. Nou, de eerste mod is dat je nog een uh, very long, very, very long slang... en slang, slang, long slang ja. krijgt. Ja. Tuurlijk. Maar wat verwachten ze dan? Ik bedoel, ze, ze zijn zelf ook zo een beetje uh, qua, qua insteek. Ja. Toch? Inderdaad. Ja, nee, sowieso. In The Witcher kon je ook al met, met hoeren het bed delen. En, en er zat ook aardig wat seks in. En, en, maar nu willen we seks met Keanu Reeves. En dan wordt het ons verboden. Zie, weer de elite. Ja. Die gewoon shit van ons afpakt. Alleen maar omdat Keanu nee zegt. Nee, ik wil niet. Heeft Keanu zelf nee gezegd? Nou ja, schijnbaar. Maar het, nee, je weet het, hè. Nee betekent ja. In het geval van Keanu. Holy niet shit, in echt Ik leven. zie hier kleine screenshotjes. <laughs> kleine screenshotjes. Oh, oh, oh. Wel een geit. Oh, oh, blikken. wacht even. Hij wordt even flink bij zijn nek gepakt. Ja. Kom maar, jong. Oh, oh, oh. Johnny, Johnny Silverhand. Ja. Inderdaad. Dus jongens, helaas. Geen seks met Keanu Reeves. Je bent te laat. Het mag niet meer. Het mag niet meer. Je had je kans moeten pakken toen je, uh, toe je die uh, had gekregen. Hoe heet die mod dan? Is dat dan Johnny Silver Wank of zo? Geen dat idee. Dat vet zijn. Nou, heel vet. Gelijk revend aanvragen. <laughs> de bloeddrinkende elite pakt het weer af. <laughs> Even kijken. Er is nieuws over Warner Bros. Ik hoor een piep uh, ja, okay. in mijn headphone. Nu nee, niet meer. Nu weer wel, nu weer niet. Ja, ik hoor, heel interessant. ik hoor een piep. Ik hoop dat het niet in de, in de, in de opname zit, want dat, dat zou heel erg vervelend zijn. Uh, Warner Brothers, die, uh, die gaat zich voornamelijk richten op live service games. En uh, uh, daar hebben we natuurlijk al eentje van gezien. Dat was uh, die Batman en... Is het de Batman en Robin game? Hoe heet die ook alweer? Uh, uh, Gotham Knights. Gotham Knights. Zo heet ja. die. Hogwarts, ja, uh, uh, Hogwarts Legacy. Uh, worden allemaal live service games. En... Ja, het gaat een beetje tegen, tegen de trend in wel weer. Want we zagen eerst een hele resurgence naar live service games. Ja. En dat was ook precies het moment dat iedereen zei: Singleplayer games zijn dood. Mm -hmm. Daarna hebben singleplayer games, zeg maar, de, hun grootste successen ever gehad. Ja. En, en nu lijkt het toch weer dan in één keer richting live service te gaan. Dus je, je ziet altijd dat ze altijd te laat zijn en altijd maar volgen. Ja. Ja, nou, dat sowieso, maar ik, ik vraag me vooral af: uh, gaat. Een live service game werken voor uh, de franchises waar mij, waarmee zij aan de slag gaan. Nou, Gotham Knights. Uh, ik, Mits goed ik, ingestoken, ik, werkt het natuurlijk. Kan het natuurlijk werken? Maar ik, het, ik denk dat mensen een beetje live service game moe zijn, man. Dat, dat geloof ik wel. Ja. Er zijn er zo verschrikkelijk veel. Uh, Ubisoft heeft uh, live service games en uh, uh, Bungie natuurlijk met Destiny, EA met Anthem. En ja. en, uh, Square bracht onlangs Marvel Avengers uit. Ja. En ik... Nou, die lieten wel zien hoe het vooral niet moet. Ja, ik, ik ben bang dat, dat Warner Brothers meer Square-niveau gaat zijn dan, uh, dan die andere voorbeelden die je gaf. Bijvoorbeeld in ja. Division 2 of wat dan ook. Ja, kijk, ik, ik, zou, ik zou graag zien dat een, een, een. Volgens mij zei ik dat vorige keer met Jello, ook al. Van uh, wat als Bungie meer een, uh, een fantasievolle, of fantasierijk in plaats van meer met lasers en robots en werk wat, maar meer een uh, fantasierijke live service game zou maken? Ja. Wat hebben had, ze wat vroeger gemaakt natuurlijk, nee, niet een live service game, maar ja. hoe heet het? Hoe, hoe heet het die? Uh, ik wilde het zeggen Mythic Quest, maar Mythic Quest is van die Apple TV uh, tv serie. Mythic? Heet het gewoon Mythic? Geen idee. Geen idee. Ah, okay. Maar okay. Ik, ik, ik ben, ik, laat ik het zo zeggen, ik ben toe aan een live service game die ik dus langere tijd co-op met maten kan spelen en met lekker social hupje en weet ik veel wat, à aan Destiny, maar dan in iets meer een setting. Ja, voor, voor mij het verhaal, het live service game, de moet de verhaalvertellingen echt maar het, echt maar het dat is heel, front, heel lastig om te nelen omdat je te maken hebt met dat live gedeelte en het feit, tenminste online en het feit dat je samen speelt en zo ja maar ik, want de live service game is ook dat is ook de reden waarom ik de hele tijd gewoon niet in in, in de game als de division 2 kan komen omdat de gameplay is <laughs> solid as fuck ja maar het verhaal is zo 13 in een dozijn en geeft geen fuck... en wordt ook nog slecht verteld. Ja, wordt ook Heel nog slecht verteld. Dunnetjes. En dan is het ding, live service games zijn een commitment. Mm -hmm. En dan, als het verhaal slecht is... dan voelt het alsof er geen payoff voor mij is. Ja. Dan, dan voelt het als bezigheidstherapie in plaats van dat je echt iets ervaart. En, en, en dat, dat breekt voor mij altijd gewoon een beetje de ervaring. Ja, ja nee, zeker. Dus nee, ik, ik, ik denk niet dat dit een hele goede move gaat zijn... Het, zijn, het, het is natuurlijk ook niet Warner Brothers. Uh, heeft natuurlijk niet de studios onder zich of is zelf niet de studio die de aller aller games uitbrengen qua budget en, en technologie. Wel, ah, ik weet je, dat, het ziet er echt heel goed uit. Ja, maar ik zeggen, dan, en, ik, dus en ik hoop dat ze daarmee een goede kant op gaan. Dat ze niet een flinterdun verhaal hebben, maar dat het gewoon jam-packed zit met met lore en en goede verhaalvertelling en een interessante iets met co-op of wat dan ook. Maar dat ja, dat is dat is een dat is weggelegd voor fucking 3% van alle developers en of zij dat gaan zijn. Ik hoop het echt man. En Shadow of Mordor is, uh, is natuurlijk een game die echt wel vet was, maar mm -hmm. ook leent zich niet voor live service. Nee, maar ook een game die wel weer echt verpest werd door de monetization die ze erin mm -hmm. stopten, weet ja. je wel? het was echt uh, van uh, als, je, als je niet betaalde, dan moest je best wel een flinke grind aangaan, weet je? En, ja, ik hoop niet dat ze dat ze dat ze diezelfde fouten blijven maken. Want het kilt gewoon games. Dat, datzelfde hebben we gezien bij Star Wars Battlefront 2. Um, waar gewoon Greed die hele game heeft verpest. Ja. Weet je, iedereen, iedereen had de hoop al opgegeven voordat hij uitkwam. Ook hier werd hij uh, in de review afgeflamd. Ik, nee, ik was het daar niet mee eens. Ik nee. zei de game was heel erg goed. En de monetisation was er toen al uitgehaald. Ja, maar je, je zorgt ervoor dat een, een mooie appel zo'n verrotte binnenkant heeft. Nee, tot, maar de, de de game was, nou, voor mij is het. De game is goed. Dus ik beoordeel de game op wat het is. En ik vertel dat verhaal als context erbij. Nou, ja, ik ik, vond dat, ik, tenminste, ik vond. En ik vind inmiddels niet meer. Want ze hebben het wel enigszins aangepakt. Dat ze wel. Dat de gameplay ervaring werd beïnvloed door het feit dat anderen die, weet ik veel wat hadden gekocht. Het was eigenlijk pay to win. Ja, zeker. Maar dat was al jouw blaster is in 60% sterker. Maar dat was dus al voor de launch eruit gesloopt, hè? Dat is dus het hele ding. Voor de launch? Ja, want het kwam bij die beta aan het licht. En ja. toen is iedereen erover gevallen. Maar de, op het begin hadden ze het nog een beetje halfslachtig... Eruit, maar gewoon uitgeflikkerd, maar niet echt goed bedacht van wat nou wel... Nee, de progressie klopte toen nog steeds nee. niet. En, en dat, dat is inmiddels wel uh, gefixt. Uh, hij heeft ook uh, op Epic Game Store gestaan natuurlijk... En, uh, en je, inderdaad, je kreeg bij pre-order kreeg je ook een OP-wapen. Dat is ook wat we onder andere bedoelen met Pay to win Je had natuurlijk die Star Cards. Maar inderdaad, als je bijvoorbeeld een Deluxe Edition kocht. dan had je ook dat hele, die hele vette blaster van Han Solo. die ook echt veel te, uh, veel te overpowered was. Ja. Maar de progressie klopte daardoor niet. Uh, dat hebben ze gefixt. De uh, content is uh, gefixt. Het is nu echt een hele goede game. Ik, ik zit De laatste weken zit ik er weer echt balsdiep in wat dat betreft. En um, hij heeft in de Epic Games Store gestaan. Dan kon je hem gratis claimen. 19 miljoen spelers hebben dat gedaan. Ja. 19 miljoen. Ja, nu de game wat mij, wat mij betreft dus wel goed is. Uh, uh, ja, nu die wel goed is, uh, ja. gun ik het ze wel ook. Ja, en het is nog steeds... Service belast. Dus, ja, wij, wij gingen die... Uh, ja, kijk, Rudok zit daarbij inderdaad. Wij ook Ja, wij gingen dat toen spelen. Uh, en we kwamen gewoon geen servers meer in. En we dachten nee. van, ah, wat is dit nou weer? Maar bleek dat die servers allemaal overbeladen waren door al die 19 miljoen. Uh, maar je kan uh, een server room kopen voor een tientje. We kunnen een avondje rustig spelen. Nee, dat nee. nee. <laughs> ah, ik zou het niet eens raar vinden. Dat, Kras, dat zie je nog, nog best wel vaak gebeuren. Maar uh, het, de game is echt gruwelijk. Er zit echt heel erg veel content in. Uh, ja. uh, de, er zitten hele toffe game modes in. Uh, de, de matchmaking werkt inmiddels ook weer naar behoren op de PC. En ja, ik, ik ben echt verslaafd. En de game ziet er echt heel erg goed uit, nog steeds. Het, het is de, natuurlijk die. Uh, hoe heet die engine nou ook weer? Frostbite? Frostbite Engine is dit. Ja. Uh, het is een van de mooiste games uh, van, van deze afgelopen generatie. En zo ziet hij er nog steeds uit. En het draait echt als een tierenleer Want ja. ik, uh, ik haal volgens mij gemiddeld 140 fps op uh, 1440p, alles ultra. Mm -hmm. ja, dat is wel ziek. Ja, Lekker. toch? Lekker. Ziet er ook mooi uit gewoon. Helemaal ja. met al die blasters en zo. En, en, en die voertuigen. En muziek. Ja, ja nee. Ik, uh, jongens, dus mocht je, mocht je die game hebben geclaimd, ga hem spelen. Hij is echt uh, heel erg goed geworden. Um... moeten meer uitgevers doen. Gewoon weer zoals vroeger. Dedicated service. Oudo het is gezellig met z'n allen in één server. Jongen, fucking Battlefield 4. Oh, uh, Servetje met een hele community. Uh, lijkt me heel gruwelijk. We hebben dat dan toch een keertje gedaan met Unreal Tournament ja ik moet alle nieuw nieuw tournament spelen. dat was waar echt de hele fucking verre avond trouwens ja. man. oh 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 oh. ik hoop, maar ik hoop dus dat Battlefield 6 dus die kant weer opgaat waar dat mogelijk is en dat je gewoon kan zeggen van jongens vanmiddag vrijdagmiddag stream community join ons. heb All je het fucking 128 in één server fucking lachen lijkt maar dat. heb je vertrouwen in Battlefield 6? ik heb goede hoop voor Battlefield 6. ik weet niet man, voor mij is het echt sinds na. Battlefield 4 is het voor mij gewoon nooit meer geworden wat ik. Uh, ja, maar daarom bestaat er bij mij een goede hoop dat ze, dat ze nu met de realisatie komen. Oké, okay. het is tijd om goed te of terug te gaan naar het moment dat het nog goed was. Niet naar het moment dat het speelbaar was voor iedereen. Nee, maar je, maar je zou zeggen, een, een Ezel stoot zich niet twee keer aan dezelfde steen. Ja, hij heeft het dus al twee keer gedaan. gedaan. Maar ik hoop dat de derde keer uh, niet komt. Ja, ik hoop het ook. Moet er dan Modern Combat zijn? Ja. Ja, geen Tweede Wereldoorlog. Want kijk, je hebt nu ook een model combat mm. natuurlijk in Warzone. Ja, maar... Uh... Ik, vind, ik vind het heel moeilijk, hoor. Want ik, ik denk, als ik nu gewoon Battlefield 4 en Warzone naast elkaar moet zetten... Ik denk dat ik ze even vet vind. Ik, ik vind Warzone echt heel goed gedaan, namelijk. Mm -hmm. en, en gewoon de spanning die, die je hebt als je richting het einde werkt. Nee, maar, dat, nee, dat, nee, dat, maar... dat, dat gevoel heb ik nooit het, gehad het, het, in Battlefield. Het, 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 het... Het feit dat je die verschillende rollen hebt en je hebt iemand die jou hield en je hebt iemand die jou resupplyt en één iemand kan die de engineers moeten standaard lopen met een rocket launchers die willen hebben. Echt, ik vond het zo vet dat je je squad gewoon echt een beetje op elkaar af moest stellen. Nou, ik ik wou net zeggen als je Battlefield speelde met vrienden, ja. dat was een compleet andere ervaring. Kijk Battlefield in je eentje gewoon een server joinen en uh, hoe heet het Conquest spelen ja. was altijd vet, maar met vrienden echt afspreken in een squad zitten iedereen zijn rol. Eén uh, de, de piloot, de ander in de gunner, mm -hmm. dat soort dingen. Dat, dat werkte wel echt. En, uh, sterk, en, en gewoon het feit dat je niet, zoals je nu met, met Warzone, of met, überhaupt met, met uh, Modern Warfare, hè? volgens mij ook wel met, uh, met Cold War. Kijk, als jij een beetje de juiste attachment op hebt, dan heb je letterlijk een laser. Je kan schieten op 200 meter en het blijft gewoon... Trrr, zelfs, met zelfs met een controller. Hè, ik weet dat met muizen en toetsenbord dat je al geen recoil hebt, maar dan heb je dat ook niet met controller. Met Battlefield is het gewoon... Ta, 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 ta. Oh, kut, kut. Ik moet echt in burst gaan drie, van drie gaan vuren. Want anders ga ik merken dat ik echt heel veel recoil heb. Maar ik hoor ook wel echt heel erg veel ontevredenheid de laatste maanden over Call of Duty Warzone. Uh, ik weet niet of jij dat. Ja, ook maar die, nog die shit. is die, gewoon. Uh, cheaters heaven is het geworden. Cheaters heaven. Uh, cheaters die gewoon niet worden aangepakt. Activision lijkt echt geen reet om, uh, om die uh, ja, schreeuw vanuit de community te geven. Ik weet vrienden van mij die. Uh, die Stim hack Uba. weer je terug? Stimhack inderdaad. Oh. Zodat je buiten de cirkel jezelf kan blijven uh, reviven. <laughs> en, um, uh, ook mensen die, uh, die met de DMR natuurlijk hebben gespeeld. Die ja. echt zo lang. Super OP was De, het was ja. ook gewoon niet meer leuk te spelen, maar vrienden van mij die weigeren überhaupt nog om uh, crossplay aan te zetten, want ja. dan is het gewoon echt niet meer leuk. Zij spelen op console, ik speel PC en weet je, dan is, het, dan is het nog wel leuk om samen te spelen, mm -hmm. maar er zitten zoveel cheaters ja. en uh, het is gewoon niet leuk. Nee, nee het, is, het is vreselijk en ik hoop echt dat ze er wat aan gaan doen, maar ik vraag het af, ook bijvoorbeeld die, die skill-based matchmaking gebeuren dat je dat eerst kon opzoeken en dat ze dat heel gauw hebben dichtgegooid. Want, uh, of tenminste een externe site waar dat kon, niet, uh, niet van Activision zelf, maar dat, dat, dat ze dat zo gauw mogelijk aan banden wilden leggen. Want ineens werd heel erg snel duidelijk dat alle streamers die heel veel kills maken en zo, die zaten allemaal in de brons 5 uh, lobby's. Oftewel, ja, hier zitten zit de gasten die eigenlijk niet zoveel van Die twee linkerhanden hebben. Ja, nou, die, die zo letterlijk zo spelen of zo een controle van stemmen. Ja. Ja, nee, uh, raar. Uh, het ding is, ik vind echt dat Activision met Warzone uh, geld in handen heeft. Maar het lijkt toch weer dat eeuwenoude um, Activision-kwaaltje. Weet je, het mag zo min mogelijk kosten. Ja. Uh, dit en het moet gewoon, zoveel dit... mogelijk opleveren. Ja, want dit is gewoon een kostending, weet je wel. Ja. Van, we willen zo min mogelijk mensen allokeren uh, om die, die game bij te houden, cheaters buiten de deur te houden. Ja, en ze zien het nog niet echt als een echte bedreiging voor hun inkomsten. Dus pas als ze echt massaal mensen, de Warzone-community, gaan verlaten... dan zul je ineens op, op, opeens zien dat, dat er hele grote veranderingen worden doorgevoerd... en dat het gefixt wordt. Het ja. is alleen jammer dat het altijd eerst moet gebeuren... voordat men uh, er überhaupt iets aan doet. En ja. ja, dat is gewoon echt heel erg jammer. Um, ja, dat is moeit, man. Er is Steam Festival... En um, ik wist helemaal niet dat dat gaande was. Dus ik, ik, ik zie dat nu hier in, uh, in het nieuws staan. Dat heeft jij erbij gezet. Maar Steam's latest game festival. Features 500 speelbare demos. En uh, dat start van woensdag. Aankomende woensdag. Aankomende woensdag, inderdaad. Noem ze eens even alle 500. Kom op. Nou, komt ie. Nee. Van woensdag 3 februari tot en met uh, dinsdag 9 februari heb je het uh, Steam Game Festival. Waarbij je 500 uh, games kan, uh, kan gaan checken. Qua demo's. Jammer dat je er dan geen eentje kan opnoemen. Ik kan heel even deze promo van 35 seconden aanklikken. Okay, Zou okay, ik dat eens doen? Oké, okay, ja, ja, druk aan. het het screen, dan kunnen we dan zien wat er, wat er gebeurt. Met dank aan. Eurogamer, Hazel Sky. Oh ja. Ik mis demos, man. Vroeger waren demos zo, zo normaal. Dat je gewoon een, een, disc, je... een disc kreeg. Ja, dat oh. maar ook gewoon kon downloaden en. Het uh, PlayStation Magazine en dan zo'n disc met demos. Dat is de enige reden waarom oh, je die shit kocht okay. weet je ik had het precies hetzelfde, maar vroeger ook gewoon demos downloaden. ik weet nog dat ik naar de, naar de ik, ik had geen geld voor games natuurlijk, ging gewoon naar de website starwars.com en dan ging ik demos downloaden van al die fucking vette uh, Lucas uh, Lucasarts games. ja, ja, ja het, is, het is niet meer, je ziet alleen betas af en toe uh, En ja early access, ja en early access dingen, maar waarbij je betaalt voor een demo. <laughs> Ja, dat, dat is nog gekker inderdaad. Ja, bij sommige games gun ik het wel. En dan wil ik, wil ik weten wat het is. En dan wil ik bijdragen aan het feit dat het hopelijk iets vets kan worden. Ja. Ik noem een foundation. Een van de games waar ik heel erg uh, verliefd op ben geworden. Een hele, hele charmante game vind ik dat. Een hele slimme game is het ook. Het is een, 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 zo'n uh, city builder. Waarbij eigenlijk mensen zelf de paadjes aflopen en dingen doen. Waardoor het paadjes zich vormen in plaats van dat jij de paadjes plaatst. Fucking ja. vet, fucking vet. Beetje zoals Death Stranding. Foundation is gruwelijk. Ja, ik, ik weet een beetje Nee. Uh, ja. ja, in die zin wel. Ja. Dus de, juist de weg is gewoon de plek waar de meeste mensen hebben gelopen. Ja. Uh, de Resident Evil-demo dan? Ja, het was niet echt een demo van de game. Het was meer een, uh, een taste van hoe het eruit gaat zien. Want uh, ja, het was een visuele demo. Het was niet, ja. een, niet een slice uit de game, als ik het goed heb begrepen. Maar uh, daar kan ik naast zitten. Maar dat is ook hoe ze het volgens mij uh, uh, in de markt hebben gezet. De mm. game crasht bij het opstarten. Hmm. Misschien moet je hem dan uh, even op een andere schijf installeren of iets. Ik, heb, ik, ik kan me er iets van herinneren dat het bij mij ook uh, wel eens zoiets gebeurd is. CFT's is een uh, 120 FPS? Ja. Season 1? Ja. Of series X? Ja. Oeh. Season 1 is begonnen. Maar ze dan gaan ze gaan meer de, de, de Battle Pass kant op, zeg maar, met hun content. En uh, ja, ik, ik, ik ben benieuwd. Ik weet niet precies wat je allemaal kan krijgen voor, voor, voor timed content of wat dan ook, of wat, wat, waar het over gaat. Maar ik ga hem binnenkort weer aanslingeren. Het is, sinds gisteren is het live. En uh, 120 FPS, dat, dat moet wel 1080p zijn, dat neem ik aan. Dat zou best kunnen, ja. Heb je iets aan 120 fps bij die game? Ik, ik denk dat ik die game liever in 4K60 zou ja. spelen dan in ja, dan, dan, dan 1080p. Ik zou 4K60 uh, prefereren. Ja, 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 het is echt uh, een prachtige game. Ik heb wel weer zin om die gewoon even een keertje te spelen. En dan gewoon anderhalf uur op een rots te dansen. Ja, en met je dingetje spelen. Shit, het is zo nice, jongen. Echt een hele grappige game. Uh, ik zag iemand anders nog wat uh, erover zeggen? Wanneer ga je de medium reviewen? Volgende keer. Uh, ja, dat doen wij met z'n ben je eraan begonnen. Nee, ik ga vanavond dan beginnen. Ik vind het een leuke game. Ik ga het hele weekend ga ik hem spelen. Het is nog niet mijn eindconclusie, jongens. Ik heb echt maar een uurtje gespeeld. Maar wat ik heb gespeeld van dat uurtje... Ik zie ook veel positieve leuk. berichten over de game. Maar. Alleen de performance was echt dramatisch, man. En, uh, dat is uh, een van de berichten die ik ook zie. Uh, tjoe, echt, echt, echt. insane, Echt niet ja. normaal. Dat had ik niet verwacht. Omdat, omdat de game grafisch ook niet heel erg mooi is. Of zo, ook maar. dat heb ik uh, gelezen. Nou ja, het oh, yeah. is wat het is. Uh, ja. Daarmee ga ik niet mijn uh, mening al vooraf vaststellen. Dus ik ga het uh, ondervinden. Nee, daarom. Maar de, de, de vibe zat, uh, zat wel goed. Uh, even kijken hoor. Um... Komt er eigenlijk al een Nerd Culture deze week? Nee, volgende dus vanaf week pas. Volgende week? Ja, okay. vanaf volgende week pas. Uh, geruchten gaan dat er aan een nieuwe Ghost of Tsushima wordt gewerkt. Is dat te snel? Of kan het niet snel genoeg komen? Vraagt jij. Mm. Ik, vind, ik vind Ghost of Tsushima een game die niet elke... 2019 kwam die toch? 18, denk ik. 18? Nee, 19, ja. En wanneer zou die dan ongeveer, als ze er nu aan gaan werken, dan snap ik het wel. Weet je, want dan komt hij waarschijnlijk over 2, 3 jaar. En dan, dan... Nee, dan, dan werken ze er al sinds 2019 aan. En misschien al eerder. Ja, laat ik het zo zeggen, als hij over twee jaar komt, snap ik het. Als hij dit jaar komt, snap ik het niet, want dat vind ik te vroeg. Maar dat Nee, ik ook Dit, niet ja, dit jaar sowieso. Niet Volgend mee. jaar zou ik ook. Mm, Volgend jaar gaat het gebeuren, man. Ja? Ik, zie, ik, zie een, ik zie een trend bij, bij Sony. Ze, ze hebben die studio's precies allemaal zo ingericht. Die hebben allemaal een engine gebouwd. Ja. Die allemaal schaalt ook richting Next Gen. 2020. Uh, bij... 20? Oh ja, Goos is vorig jaar. Vorig jaar. Ja, natuurlijk, jongen. Fucking hell. Jesus. Jesus Christ, hoe dan? Maar, um, Horizon, zien we dat natuurlijk? Ik was, ik was misschien in een war met een andere game. Geen idee. Horizon Zero, dan ja. krijgt al redelijk kort daarna een, uh, een, een vervolg. Ja. God of War. Ah, Horizon... krijgt redelijk kort daarna een vervolg. Die, die is korter op. Spider-Man, ja. kort daarna. Een vervolg. Maar dat is een halve game. Ik denk dat nog steeds van Nee, ja, maar, maar ik denk dat, dat ze allemaal een beetje diezelfde kant op gaan. Denk je dat, dat Sony het, het zo op elkaar heeft afgestemd dat ze gewoon ervan uit willen gaan dat er vier van die Sony-exclusives per jaar uitgebracht ja. worden. Ja. ja, ik zei het vorige week hier. Uh, Sony moet heel erg oppassen. Want um, vooralsnog lukt het ze. Maar ze zijn naar de Ubisoft-kant van publishing gegaan. Ja. Zo efficiënt mogelijk. Zelf de engine. Al die studio's werken samen. Delen onderling ook informatie met elkaar. Om zo'n zo steady-stroom aan, aan exclusives ieder jaar uh, uit te brengen. Kijk hoeveel er uitkomt dit jaar van PlayStation. Ja. We hadden er zeven ja, nou, geteld of zo. Nou ja, je, je hebt in ieder geval Gran Turismo, Redstone Clank, Horizon en, en God of War. Dat zijn ja. volgens mij de vier grote. Ja, en, maar dan heb je natuurlijk ook nog de Demon's Souls, wat echt onlangs pas is uitgekomen. Want het is ja. echt, eind ja, van ja, het jaar ja, is ja, dat ja, uitgekomen. Ja. Het is echt veel hoor. Ja. Het, het waren echt heel veel games. Dus ja, ik... Uh... man, wat een mooie tijd gaan we tegemoet gewoon. Ja, 2020, dat... 20, fuck 2020 en fuck het begin van 2021. Maar het wordt echt een mooie toptijd nog. Maar dat moet nog blijken, weet je wel. Als het, als het maar niet uh, ook die, die, die... Dat de kwaliteit uh, gaat afglijden. Nee, net, dat, zal, bij, dat is waar. Uh, er moet, uh, 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 moet altijd anders. kwaliteit boven kwantiteit blijven. Ja, absoluut. Volgens Bethesda-volger Tyler McVicker... komt de nieuwe Elder Scrolls pas in 2026. En, hou je hart vast, een nieuwe Fallout... Pas 2030. <laughs> dat is over negen jaar, hè? Ja, dat is uh, ongeveer wel uh, goed, hè? Vind je dat geloofwaardig? Ik vind het niet geloofwaardig. Ik denk eerder dat het. Uh, ik denk eerder dat het, dat het 24-26 wordt dan 26-30. Ja, ik geloof dat ook niet, man. Dat, dat, dat kan niet. Zo'n zo grote franchise? Ja. Zo lang kan niet. Geloof ik echt niet. Ik bedoel, we teren nu al 10 jaar op Skyrim. Ja. 9 en een beetje zeg maar. Maar dit jaar ergens, 11-11, 11 kwam die uit. Dus uh, ergens dit jaar, op 11 november, dus uh, is die 10 jaar oud. En, en Fallout 76 kwam in 2018 uit, denk ik. Dus dan heb je echt heel lang gewacht op, op 76. 70... 6 is volgens mij 19. 19? Ja. Weet je zeker? Ja. Wat, zegt, wat zegt de chat? Wat zegt de chat? <laughs> Le leven we nou weer in een andere tijd? Skyrimmen. <laughs> maar uh, het ding is. Dan moet je echt lang wachten. En zeker voelt het als een kick in de tee voor mensen die al, al heel lang wachten op een echte fallout. Want, mm -hmm. weet je, Fallout 76 was voor heel veel mensen die, ja, die, 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 die accepteren dat niet als een, een volwaardige fallout-titel. Nee. Dus dan heb je extra lang gewacht. Ja, want Fallout 4 was van 2015, dacht ik. Uh, sorry, mij. Oh. Ik, ik ga nu. Uh, ik heb, oe, jezus, man. Dat is te veel franchises met te veel delen. Fallout 76, 2018. 2018 okay. ja, ja. En Fallout 4? Fallout oh. 34. 10 november 2015. Ja, 2015. Oké. Okay. dat nee, ja. kan niet, man. 15 jaar wachten op een vervolg. Dat, dat, dat zijn bijna Doeck voor Forever taferelen. Ja. Nee, dat gaat ook niet gebeuren. Ik denk echt dat het, dat het 24-26 wordt. Ik hoop het. Met, met, met heel veel mazzel wordt het zelfs... Nee... Want het is natuurlijk 21 nu. Ik denk dat het dan 23, 26 wordt. Of 23, 25. Of wordt het 22, 24? 23, 26 zou ik nog steeds laat vinden. Maar, uh, zeg uh, we dan twee, uh, zeggen we dan 22, 25? Ik, ik denk dat... Uh, nee, volg Just Sky, want is te ik, vroeg, man. Kijk, denk, ik denk, niet normaal. Ik denk dat we Elder Scrolls 23, 23. gaan zien... Ja. en Fallout eerder dan je denkt. Ja? Denk je eerder dan Elder Scrolls? Ik denk dat ze erbij. gebaseerd op... wat ze technisch kunnen halen uit Elder Scrolls 6 daar valt uh, de volgende Fallout mee gaan bouwen, in plaats van Fallout bouwen op wat ze nu nog hebben en dan dat zou L's ook komt. kunnen. Dat zou natuurlijk. Dus ik, ook gok, ik gok sowieso dat dat Fallout na Elscos komt. Maar Obsidian mag ook. Uh, althans, het is mogelijk dat Obsidian aan de slag zou kunnen gaan met de Fallout franchise. Dat is waar. De, ik bedoel, uh, het valt nu allemaal onder Microsoft, ja. dus dat gaat allemaal een stuk makkelijker. En Obsidian heeft natuurlijk die engine waar de Outer Worlds op gemaakt is. Ja, is dat een uh, geweldige engine? Nee, maar hoe heet het? Uh, daar kan je wel een Fallout game op uitbrengen. De Outer Worlds was echt fantastisch. Ik, ja. ik vond het echt een, echt een geweldige game. Maar ik vind het niet een, 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 een engine die past bij Fallout. Of, of ja, juist wel, hij voelt een beetje oud aan. Ja, hij voelt, ja maar, maar om, om de verkeerde reden. Het is niet dat die Het geeft je niet vrijheid. Weet je, die, veel van die invisible walls en zo. Dat soort shit. Ja, dat, dat, dat is wel zo. Fallout en Elder Scrolls zijn voor mij juist het, het springen op rotsen waar je eigenlijk niet hoort op te kunnen springen. Ja, en, en die, die dat gevoel van vrijheid, wat eigenlijk. Voortvloeit uit een, een animatie die niet goed werkt of zo, ja? Ouderwolf is gewoon een Real 4. Ja, het is in een 4, maar het is gebouwd in een 4. Weet je ja. wel, een Unreal 4. Daar kan je alle kanten mee op. Ik bedoel, Assetto Corsa is, ook gebouwd op Unreal Engine, ja. uh, maar dan moet je nog, nog wel steeds zelf ook een, een, een raamwerk opbouwen natuurlijk. Wat gaat de eerste grote Unreal 5 game worden? Die, die Is dat niet... Uh, um, Senua's... Uh, ja. Oh ja, inderdaad. Hoe heet die shit dat nou? Ja, we, ik ik ben die naam, uh, saga. saga. Ja, volgens mij was dat S niet met de naam, toch? Uh, Senua's Senua Sacrifice? Oh ja, Hellblade. Hè? Ja. ja, Dankjewel, Hellblade inderdaad. En ja, dan Senua's Sacrifice, dacht ik hè? Ja. Zou dat de eerste zijn? PES zou zomaar kunnen. Dat, dat zou ook zomaar kunnen. Die, uh, ze zijn nu een nieuwe PES aan het maken. In een, in een, nieuwe, een nieuwe engine. Dus uh, ja. En uh, Obsidian doet ook een fout. En ja, maar Obsidian heeft dus de laatste jaren echt flink opgeschaald. Zodat ze aan meerdere titels tegelijk konden werken. Ja. En dat ze gewoon een hele dikke vinger kunnen opsteken naar Bethesda. Waar ze nu ineens weer bij horen. Ja, nee ja. ja weet iedereen, iedereen, iedereen. Weet je waarom ik het ook niet zou geloven? Omdat ik... Als we echt tot 2030 zouden moeten wachten voor een nieuwe fallout, weet je, dan, dan remasteren ze New Vegas of zo, ja. weet je wel? Er gaat sowieso nog iets gebeuren voor 2030. Nou, onmogelijk. Ik zeg dat het niet waar is. Het gaat niet uh, gebeuren. Uh, en Wat Vault boy ook zegt, dat is juist tof van die games. Je kan zeggen wat je wil over de bugs en zo, uh, maar je hebt wel echt pure vrijheid in de games om te doen wat je maar wil. En dat vind ik ook zo hard aan, aan Fallout en en uh, en Elder Scrolls en gewoon ook de manier waarop het verhaal niet altijd maar verteld wordt, maar dat je gewoon je moet ziet zelf, van, nou, maar gewoon ziet van, hey, dit is een grot, Er is geen verhaal of zo. En er ligt, er ligt een skelet en, en een die, 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 die heeft een die heeft een, een kroon op of wat dan ook en die doet dat soort shit vind ik geniaal, want een dan heb je echt het gevoel dat je iets ontdekt in plaats van... Oh, dit zie je geplaatst, want er is een missie. En, uh, heel ja, maar van... ik, ik, ik vond ook uh, toen we... Kijk, Fallout 76 is gewoon geen goede game. Daar kunnen we wel eerlijk over zijn met z'n allen. Maar ik heb me best wel ermee vermaakt, weet je nog. Mm. Die, uh, die middag hebben we volgens mij de hele middag zitten spelen en alleen maar... We hebben de hele middag op een robot zitten schieten. <laughs> Dat. <laughs> maar we hebben toen ook mijn hut gebouwd. Ja, oh, ja, ja, ja. Aan ja, ja, het water. Inderdaad, inderdaad, en, uh, ja. Twee hoog met, met een dakbalkon erop. Ja. ja. Het is gewoon ook een soort van... Het is een soort van Minecraft ook wel een beetje ja. geworden, toch? Ja, niet zo uitgebreid en, 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 en uh, ja, populair als Minecraft. Maar ja. wel een beetje die sandbox achtige vibe, waarbij je gewoon lekker kan doen waar je zin in hebt. Mm -hmm. Maar ik hou van verhalen die verteld worden zonder dat ze expliciet verteld worden. En dat, dat, dat doet uh, Bethesda gewoon heel erg Nou, het, gewoon, je houdt van ontdekken. Het is geen rollercoaster die je af moet gaan. Het is niet een lineaire ervaring. Nee, het is gewoon wat jij ervan maakt. En overal in deze wereld zijn story nuggets te vinden, en, en, maar je moet het wel zoeken. Nou, je, je moet het tegenkomen toevallig. Ja. Nee, de, dat is heel erg tof. En de, dat was ook zo tof bijvoorbeeld aan, die, uh, aan de exploration in Ghost of Tsushima. Weet je wel, gewoon dat je op, op plekken komt met die vosjes en die vogels, weet je wel, ja. die je naar bepaalde afgelegen dingetjes leiden. En dat maar dan, dan heb ik al het gevoel dat ik er veel een handje genomen wordt. Ja, nee zeker. Dat is heel erg light. Maar ik bedoel, dat geeft toch wel aan van uh, hoe, hoe tof Explore is. Ja. Want ik was op een gegeven moment alleen nog maar op zoek naar dat soort. Uh, oh, ik speel genoeg zoals ik Zeker. En, en rust heb ik nog nooit gespeeld. En dat vind ik de manier van verhaalvertelling gruwelijk. Behalve dat, dat, is, dat vergt weer uh, heel veel inzet wat betreft het bij elkaar rapen van de snippets. Het lezen van elke uh, uh, description van een, van een item of wat dan ook. Uh, dus dat is, dat is lastig. Daar, daar, daar is het verhaal ontdekken is echt, een, echt een missie. Echt een missie op zich. Ja. Niet dat het heel subtiel is van, oh, hier is dit. En kapotgeschoten bar. Wat is er gebeurd? Oh, er liggen wat van die mafio's hierboven. Zo. Maar, ik snap het hoor. Dat is een heel persoonlijk. Ding. Q zegt ook van, uh, ik vind die verhaalvertelling juist ontzettend storend. Hier heb je wereld, wereldzoeken maar uit. Ja, de ene houdt meer van de exploration en de andere wordt liever meer uh, aan het handje gehouden door een hele lineaire ervaring. En beide hebben echt een hele grote voordelen en beide hebben hun nadelen. Ja. Ik bedoel, een van de redenen waarom die Sony games zo populair zijn... Is dat is een hele lineaire ervaring qua verhaalvertelling. Ja. Super bruut. En ja, de Fallout 76 is dan inderdaad het tegenovergestelde van. Maar vind ik ook bruut. Ja. In ieder geval de manier waarop het uh, gedaan wordt. Um, ik moet nog heel even kijken wat, uh, wat voor nog meer nieuwtjes we hier hebben. Tomb Raider. Er wordt, er wordt een Tomb Raider uh, serie gewerkt. Ja, op Netflix. niet zomaar een serie. Vertel. Een An animated series. Jij was al op de hoogte? Ik, natuurlijk ben ik op de hoogte. Ik niet. Vertel mij maar. Uh, ik heb het niet gelezen. Dat is het enige wat ik <laughs> heb gezien. <laughs> Oké. Okay. Dan, dan moet ik het niet zelf heel even gelezen Volgens, kom... mij, niet, volgens mij niet eens alleen Tomb Raider. Ook een andere, andere franchise. Oké, okay. uh, dit gaat in ieder geval over Toon Raider. En uh, er komt dus een, een serie op Netflix na, uh, over Toon Raider in anime-vorm. En het wordt geschreven uh, door, uh, door Even Keuken, Tasha. Oeh, ik weet niet of ik dat Uo. goed heb uitgesproken. Ja, ik weet niet of ik dat goed heb uitgesproken. Maar ik Fuck de lockdown! is dat, best... e e e e e. dat, dat ene jongetje. <laughs> <laughs> en, da en vijf minuten later dat zijn ouders wordt opgehaald. <laughs> oh, vijf gaat ja. Ja, ja, fucking ja. mooi. Heel vet. En uh, uh, die heeft ook geschreven aan The Witcher, Blood Origin en Red Sonja. Samen met Dimitri M. Johnson, die Sonic the Hedgehog heeft geschreven. <laughs> en Stephen en Howard Bliss. Dus uh, ja, at, als het het niveau van Castlevania wordt, dat, mm -hmm. dat hebben ik gekeken. Die hebben ze heel vet gedaan. Ja, ja dat, was, dat was gruwelijk, man. de. Ja, dat bracht voor mij weer een verdieping aan die wereld. Castlevania is natuurlijk uh, al legendarisch qua naam. En, en zeker qua uh, legacy van videogames. Uh, de laatste jaren helaas weinig van videogames gezien uh, natuurlijk. Maar uh, die, die, die fucking animated serie, die hebben voor mij toch wel weer recht, uh, rechtvaardig dat, dat er een nieuwe uh, Castlevania game mag gaan komen. Als, als dat ook een beetje iets met die stijl te maken heeft. Sorry, ik ga ondertussen even zoeken wat er nou precies met het hoofd van Dirk uit aan de hand is. Want mensen gaan helemaal los in de chat. De, de, er is niet veel met Dirk uit aan de hand. Het, het enige wat die, uh, waar die mee gestopt is. Kijk die grote gele potten D.A. droogis gel? Ja, ja. Hij, de, die, 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 als, hij die, die als puber altijd gebruikt, Als 11-jarige. Ja. Zeg maar die grote pot gele gel. Die heeft hij gebruikt tot zijn 35ste. Ja, ja. Daar is hij nu mee gestopt. Hij heeft nu gewoon normaal haarproduct uh, gebruikt. What the fuck? <laughs> nou. Styling gel. Nou, het, nou het, is niet... het is niet. Het is niet. Sorry, ik wil niet veel zeggen, maar het is niet alleen de gel die je anders is. <laughs> Jawel, toch? Ik weet, het lijkt alsof die erbij gestoken is, joh. <laughs> Zou die Botox hebben gedaan ook nog dan? Dit, kijk dit! Ja? ja maar hij zegt, zijn hoofd was toch altijd hetzelfde? Voor, voor mijn gevoel is alleen zijn uh, kapsel anders. Uh, hij heeft een pompen voor zijn bek gehad, dat kan niet anders. Ja, Kijken, man. Ja, ik, heb, ik vind het altijd alle rare snuit hoor. Maar echt, dit was een man die letterlijk tot zijn 35ste nog die gele styling gel had gebruikt. Dit <laughs> is het lijkt echt op elkaar. Ja, maar eerlijk, eerlijk. gezegd. <laughs> dit is voor hem een verbetering geweest. En het ding is, ik denk. Nou, jij uh, wordt er ineens niet mooier op. Doordat ik dit nu zo zie. Nee, maar het gaat ook over hem. Maar het ding is daarmee. Uh, hij heeft natuurlijk een nieuw leven. Is die, uh, ja, is die ingeslagen? Want hij is, hij is bij zijn vrouw. Is die weggegaan? Ja? Uh, de, ja, ze, is waren allebei, he, ze waren allebei heel streng gelovig. Ja. En ik denk dat hij nu zo, gewoon een miljonair is. Die gewoon lekker uh, neemt van het leven. En dat iemand hem eindelijk heeft verteld dat haar. Dat je echt niet meer uh, vriend, koop je gewoon even een potje voor 5 euro in plaats van die, uh, die 2 liter voor mooi. 20 cent? Ja. Dus ja, mooi. Kijk nou je eigen club, man. Koos je mag niks zeggen over fijn, hoe de dikke mag niet. Mooi, Sorry, vind, uh, 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 laat me vooropstellen, Mensen moeten gewoon hun eigen ding doen, maar ik vind hem wel bizar veel op jou lijken. Eens <laughs> ik weet, ik vind het alleen maar mooi. Dus ik vind het, ik, ik, ik jij toe hoor als je botox hebt gebruikt. Man is gewoon niet mijn. Nou, ik kan het hier wel uh, gebruiken. Ik begin hier wel uh, that, groeven man. te krijgen, hoor. Ja, Embrace ja. the age. Ik denk gewoon dat we op een gegeven moment, als we als we weer naar Tha Taiwan gaan of Thailand of wat dan ook, ja. en we ergens goedkope shots kunnen krijgen, kunnen we niet een keertje een trip naar Turkije, zodat al Ja, al, zoiets. En dan, dan gelijk ook haar, haarimplantaten uh, ja. gaan. We gewoon doen. Doen we gelijk een hele Frans, uh, Frans, lange Franse uh, behandeling. Doen we ja. Dan gewoon. En dan, ja, ik denk dat we dat gewoon moeten gaan doen. wie kuit <laughs> Even kijken. Dat, dat is wel echt vet dat we terugkomen met een hele nieuwe haarlijn. Hagelwitte tanden. <laughs> zo ook helemaal recht. Weggeslepen, die vallen er allemaal uit, die facings. Die dingen. Ja, dat had die, uh, had die zoon van uh, Dave Groefink, toch? Of uh, Dries Groefink, ja. toch? Ja. Dave ja. Die ziet er nu uit als een vampier. Zo. Die heeft ja. allemaal van die puntjes. Ik vind het eng, man. Het zijn je eigen tanden die je wegslijpt voor wat neppen. Mensen zijn gek, man. Vooral als je in, in, in dat wereldje, weet je, alles draait om uiterlijk vertoon. Ja, okay. Dan laat je je snel gek maken. Heb ik maar daar. wat ik zeg, weet je, ieder zijn ding. Doe, uh, doe wat je niet laten kan. Weet je, ga jij uh, de chat terroriseren, doe je ding. Ga, ga jij uh, je tanden laten veranderen, doe je ding. Tuurlijk, iedereen moet lekker doen waar hij zin in heeft. Dus ja. We zijn hiermee uh, aan het einde gekomen van het uh, einde van de week. Is luid, dat man. zo? Ja, dat, is dat zo? Dat is zo, dat is zo. Man. God, man ja we zitten het is nu tien voor half drie hey, en je, trouwens uh, ik zie het, trouwens tussen je nieuwtjes staan en je hebt het niet behandeld maar ik denk dat het misschien wel het belangrijkste nieuwtje van deze week is ja dat uh, de Gollum game is uitgesteld was er nog iemand die een fuck gaf ik weet nog uh, <laughs> dat iedereen ernaar uitkeek en toen de eerste beelden uh, nee, naar buiten nee, kwamen nee, dat, nee, dat iedereen zoiets had van fuck deze shit ja. het ziet er gewoon nep uit dus, uh, nou Gollum is uitgesteld jongen. maar over over uitstellingen gesproken ja dat was een van mijn leuke uh, verwachtingen van dit jaar uh, bij de voorspellingen. Uh, dat, uitstel, dat dit jaar niet het jaar van de uitstel zou zijn. Omdat, was mijn beredenering, uh, heel veel had toch nog geen uh, release datum opgeplakt gekregen. Waardoor ze het heel sneaky konden opschuiven. Maar nu is het echt zo van, Golem Game uitgesteld. Uh, elke fucking game wordt op dit moment uitgesteld. Ja, maar daarmee, ik zei... Ja, het is moeilijk om, 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 om een benchmark aan te geven. Ja, vanaf nu is het het jaar van het uitstel, maar... Ja, ja Biomutant heeft wel eindelijk een release-datum. Ja, inderdaad. Eind mei, 25 Ga, mei. Gaat ook nog uitgesteld worden, joh. Nee, man. Jawel. Ja, ja. Gaan. Maar om heel eerlijk te zijn... We hebben Biomutant nu een paar keer mogen spelen. Mm -hmm. Oké okay game. Gewoon ja. oké okay actie -gamepje. Ja, ik denk... Uh, ik maar ik ben, ook... ben, ik ben benieuwd, want het is, het is wel... Uh, f... De paar keren dat we het gespeeld hebben, het was, steeds, was het steeds even heel anders dan ik had verwacht. Dus misschien hebben ze, zijn ze nu weer iets anders. Uh, hebben ze weer een andere weg ingeslagen? Enigszins. Ik denk dat dat niet slim is. De, de, dat geeft alleen maar aan dat ze zelf ook niet overtuigd zijn van die game. Ja. Ik, denk, ik denk oprecht dat die game Biomutant... gewoon uit gaat komen. Omdat die gewoon maar uit moet komen. Want ja. ze, ze, ze weten het zelf ook niet zo heel erg goed uh, als het daarover gaat. Um, ik wilde nog één keertje aan jullie laten weten dat we een vette, vette prijsvraag hebben. Die uh, ga ik straks online zetten rond drie uur, waarbij jij een LG 34 GN850 ultrawide monitor kan winnen, 1440p, 160Hz, HDR600, in hoogte verstelbaar, ook nog eens Ultra wide. Die gaan we weggeven. Om drie uur staat het online, ongeveer uh, om drie uur. En uh, enig wat je daarvoor hoeft te doen is ons een heel vet verhaal vertellen waarom jouw setup een upgrade nodig heeft. En wij gaan dan de 10 beste inzendingen gaan we bespreken in een item. En dan gaan jullie stemmen wie uiteindelijk de winnaar gaat zijn: 34 inch. 34, 34 inch. inch, inderdaad, ja. ja. Gaan we, nou, we nog streamen vandaag, Jos? Om 4 uur. Leuk dat je dat vraagt. Want om 4 uur. Uh, gaan we aanslag met onze BBC, de uh, Big Black Computer of Case, hoe je het ook wil noemen. Blackers. We gaan een naam daarvoor verzinnen, daar hebben we jullie hulp bij nodig. En uh, we gaan een aantal toffe games spelen. Red Redemption 2, uh, cyberpunk. En wat zijn Flight Simulator en Flight Simulator. Ik heb, nou. heb mijn jook uh, mee. Je hebt je joker ook nog eens mee. Ik heb joker mee. Are you not joking? Nee, ik heb joker mee. Uh, Oké, okay, heel mooi. Ik zit straks met joker op schoot. Ja, heel vet. Nee, ja, Flight Simulator is natuurlijk een fucking vette game om, uh, om, om uh, ook uh, dat systeem mee te gaan testen natuurlijk. En uh, daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze einde van de week live. Die mogelijk werd gemaakt door MSI. En uh, we bedanken onze grote vrienden van MSI dan ook enorm voor hun support. En bedankt ook weer voor het kijken. Later jongens. Maas